Oké. Ik zal de card tracker spelen. Ja, ik zal dit gewoon Oké, doen. wij zijn terug USSR. Ja. Oké, UN met Marshall altijd fijn, Truman altijd fijn, Special voor NATO altijd fijn. Zowel Drie Warschau keer als vier, Marshall. twee keer drie. Ja, dit is niets om tegen te klagen. Absoluut. Alleen een beetje awkward headline als ze niet in Frankrijk gaan. Ja. Ja, het alternatief is om Truman te headlinen. Hoe bloot dat ook is. Want ik denk, Denk dat ik nog liever de goal gewoon ga. De goal en dan Ik twee denk dan omdat we Frankrijk, twee Truman. Algerije. Ja, of de goal coup. Ze hebben waarschijnlijk geen vier op, hè. En wij hebben Truman, dus. We hebben ook Japan, Jezus. Ja, we hebben drie vier op's. Dus ik denk dat we gewoon kunnen reizen voor Frankrijk ook, hè. Ja, ik denk het ook, ja. Ja, laten we zien wat zij doen. Ja, Het is natuurlijk hopelijk ook. zelfs in Frankrijk. Ja, het probleem is als ze naar Frankrijk gaan, is de factors weer iets likelier. Zeker nu wij Marshall Dat kennen als is waar, handelaar. maar okay, ja, dan hebben we tenminste een headline die ergens op slaat. Ah ja, nee, En oké, okay, ja, dat loopt dus. hij maar in de factors. Niet dat we geen ops hebben daarna. Nee, en dan komt hij nog terug en later, dat is geen erg. Ja, dat is waar, Sorry? dat is waar. Ik zei, de kwaart Ja. komt dan toch terug, hè? Dat is Ja, zo snel. inderdaad. Ja, inderdaad. En met zoveel ops is het niet erg om die in een defector te lopen. Dus dan, plan is de goal, coup Iran. Ja. We hebben niks naar Azië, wat spijtig is. Maar dat is wat het is. Zuid-Korea is zoals altijd iets waar. Ja, ik vind altijd zo'n moeilijke plaats. Zeker als de US, maar soms als de USSR krijg je dan een USA die heel agressief is. Zuid-Korea gewoon pakt en import waar Zuid-Korea ligt. Met de redenering van: oké, ja, het is toch maar. Ah, ze gaan even Frankrijk. Oké, okay, eentje Ja, nodig. ik zou het nog steeds doen. Ja, Dit voelt niet hard duidelijk. genoeg aan als een defector. Dit voelt meer aan als iets. Oeh, containment. Krachtig. Zie, en hier is dus de vraag. Okay, we kunnen Italië koeien ook natuurlijk. Wat zijn de kansen daar? Dat is alleen markeren natuurlijk. Dat is een drie of meer. Dat is eigenlijk goed genoeg, hè. Drie of meer is al heel mooi. Datzelfde als je in. Ja. Nee, dat is iets minder in Irak, toch? Iran. Ja, in Irak is het een minder, hè, want daar staat er een minder natuurlijk. Hè. Maar Ja, ik want vind het ja, niet slecht. markeren is. Ja. Plus. Oké, en zij kunnen niet terugvullen, hè. En het is, ja. Ja, ik Italië? denk dat. Ja, is goed, ja. Oké. Hoppa. Balassen. Ik kijk even mee, mensen. Ja, Oké. helemaal oké. Okay. Ja, ik heb het aan het begin ook gezegd, ik ben niet zeker wat dus precies de verdeling was. Dus als je wilt dat ik aan de kant ga en dat jij overneemt, ook allemaal goed. Nee, ik loop op straat, dus dat is goed. Ja, oké. Ja, daar gaan we het Oh, zo oké. houden. Daar gaan we het zo houden. Dus ja, idealiter nemen we toch Frankrijk nu ook. Ik Ja. vermoed dat zij nu aan het. Dus, dit is zo'n rare situatie voor de We USA. moeten ook uit Iran eigenlijk, hè? Exact. En als ze niet uit Iran gaan, gooien we daar een coup op, juist. Ja. Hoewel, ja, dat is dan Warsaw Pact of zo. Ik weet niet of dat we per se nog extra coups moeten voeren. Japan, voordat we naar Zuid-Korea gaan, vind ik wel wat ambetant. Ah ja, we hebben UN. We hebben UN. Ja, mijn port. Ja, het enige probleem is dat we ofwel UN ofwel Marshall wel moeten opgeven. Waarschijnlijk USJ bedoel ik, of Marshall. Ja, Ja. opgeven in welke Ah, zin in ofwel spacen ja. we één. Japan kan naar de ruimte, dus ook Ja. VP's, Ja, ik hoewel denk dat we Special even spacen. goed naar de ruimte kan. Japan is geen Dat slechte special kunnen we optie gewoon te in hebben. UK zetten, hè. Ah, kijk. Oepsa. Oeh. Dat is geen teken van veel sterkte, eigenlijk. Oké, nu wil ik wel koeien op Iran, eigenlijk. Ja. Met Warschau of met UN? Met Ja, Warschau. met Warschau. Ja, En hetzelfde, hè. waarom, mag ik eens Drie vragen, coups. waarom met Warschau? Waarom niet met een vierkaart? Ja, omdat we anders
met een hoge rol iets te veel verspillen. Ja, dat is denk ik niet Het is meteen efficiënter om nog iets te houden om te spreiden het ook. is, we hebben mill-ops. We moeten niet per Ja. se heel hoog gooien, maar ja, ik Aan de vind andere in kant geeft dat een countercoup. We kunnen ook spreiden. Ik vind vooral, als we hier nu Marshall op gooien, hebben we heel weinig ops meer over, tenzij dat we Japan willen gebruiken. Of vice versa, whatever we niet met UN doen. Dus ik zou ook voor Warschau kiezen, omdat dat de meest vrije ops zijn. Eigenlijk moeten we ook niet koeien natuurlijk. Koeien is Alternatief minder efficiënt dan spelen. Marshall in, of Warschau in Irak en nog iets anders. Korea, zo. En Pakistan? Zoiets kan. Eén Korea, één Afghanistan. Nee. Ik bedoel, in Pakistan spelen zou ik sowieso doen als ik kan was. Ik vind het altijd zo nutteloos om dat te forceren. Ja, oké, dan kunnen we met China, maar ik wil China ook niet gebruiken, dus. Nee, China is niet in orde. Nee, oké. Ik denk dat ik het zo wel oké vind. Dan moet ik denken. Dus dit of koe? Ja, maar ik denk dat ik liever dit heb, want we kunnen ook nog, we hebben wel dingen te doen met onze ops. Ja, en zij hebben geen goede koehand. Ik wil Frankrijk Ja. ook nog wel nemen volgende beurt of ergens. Plus, Iran Maar. koeien heeft gewoon het nadeel dat ze gaan terugkoeien en dan hebben ze mill-ops. Exact. Nee, is goed. En nu hebben ze niks deftig om te koeien, Let's dus. go. Mogen we niet vergeten Truman. Well, we moeten niet Truman spelen, maar het is ideaal als we Truman gespeeld hebben. Ja, we willen nog altijd wel Frankrijk pakken. Wel, exact. En Well, dan Truman. het alternatief is één. Terug in Frankrijk spelen nadat we Truman geactiveerd Ja, hebben, dat maar kan ook. dat is iets minder efficiënt. Ja, dat is ook. Het is beter als ze Dus dat. Joegoslavië wegnemen. Ja. In principe zou ik zeggen Warschau, Frankrijk en Syrië misschien. Maar niet zeker. Syrië is geen noodzaak. Ik denk niet dat ze Midden-Oosten ook hebben qua scoring. Ik denk Nee, als je. gewoon als voorbereiding voor volgende beurten kunnen we Nasser eventueel headlinen en een direct en dom hebben. Ja, op die manier. Ja, Of ze geven naar Israël. Nasser deze beurt, dat kan ook, hè. Ja, ik denk niet dat hun hand heel sterk is. Nee. Zeker omdat ze hebben wel containment en toch gaan ze niet. Ja, met een 5-koe is het natuurlijk zeer moeilijk om ook nog iets in Europa te doen. De kans dat wij een dominatie scoren is te groot, feit. Dus ja, ik zou Frankrijk proberen te nemen. Dat beschermt ook Algerije. Wat nu nog niet belangrijk is, maar op termijn zeker. Special, wat doen we daarmee? In principe Gewoon gewoon breken. UK break, Ja. alhoewel, ja, Wel, komt dan. wel in beeld. Ik denk dat dat ook weer afhangt van wat we met Japan doen, hè, juist. UK breken helpt niet zoveel in C. En Nee, dan kunnen we het is evengoed special space als we Japan zouden willen spelen. ja, Ik dat is weet niet of waar, dat we als we Japan willen Japans spelen. spelen. Ja, Dat is een dat andere is vraag. inderdaad de vraag. Maar ja, hoeveel vrije ops hebben we nog? Niet zoveel uiteindelijk, hè? Nee. Nu, ja, we hebben ook niet zoveel plekken om ze te zetten, dus dat valt mij Ja. wel mee. Wat het probleem met die Japanse spelers is nu minder, toch? Omdat we zijn Korea aan het beschermen, hè? Dat ondermijnt een beetje de Zuid-Korea warme gebieden. Dat is waar, dat is waar. Ja, maar het is Ik sowieso zou een inderdaad battleground. liever niet geven als we het kunnen vermijden. Het probleem Ja, is, maar. wij hebben geen access aan Thailand, ook geen access aan Pakistan. Dus technisch gezien, als zij Thailand en Pakistan bemachtigen, met Japan erbij zitten ze sowieso over de battlegrounds die wij kunnen providen. En dan, wij zitten niet dicht genoeg in Southeast Asia om ook op country counts te spelen. Dus dan geven we Azië eigenlijk gewoon op. Ja, maar dat is meer reden om USJ niet te geven, vind ik. Ja, exact. Daar ben ik het mee eens. Oké, met een oosten dan. Suez en toch één in. Merkelijk. Oké, specialist Wel, vrij. special is vrij. Wat doen we met special? Gewoon Frankrijk nu, hè. Ja. Dan daarna is Truman vrij, dus Ja. Ja, Frankrijk is nu het belangrijkste, denk ik. De rest. Het is niet het belangrijkste. Het is Nee, ik belangrijk, maar het bedoel, is. ja, maar voor de rest hebben we gewoon niks dringend te doen. Ja, Azië gaat op een bepaald moment dan betand worden. Ja, nee, is Ja, goed. oké. Let's go.
Wat Hey, volgende doen? beurt, purge blokkeert. En uiteraard de nuclear testban ook in onze hand. Met Truman eruit is er ook minder reden om Europa zwaar te beschermen. Nee, Of inderdaad, te dat overbeschermen. nee, moeten we eigenlijk niks doen. Iets breken doet zelfs niks. Nee. Jawel, technisch gezien. Ja, zonder 1 Truman met VP. 4 bedwerken. Ja, maar oké, het is Ja, zelfs al nee. gescoord. Bon, dus. Ja, deze is gepakt nu. Dus waar gaan we, waarschijnlijk spelen we nu Truman of wat? Waar gaan we dat zetten, dat eentje? Het hangt er vanaf wat zij Afghanistan, doen. Israël, Zuid-Korea. Juist. Afghanistan waarschijnlijk, hè. Denk ik Ja, dan. dat we toch naast Pakistan komen. Ofwel, ja, nou, natuurlijk. Ja, Afghanistan is ook een extra optie zij moeten spenderen om Afghanistan te nemen. Dat is waar, dat is En waar. Afghanistan is 1 VP voor hen. Dus Mm. Zuid-Korea is ook Ja. niet onbelangrijk. Als En hun. wat gebeurt er als zij dan. Koet je dan Pakistan? Als ze er twee of drie zetten? Ja. Als er twee zetten, wel, ja. Niet als ze drie zetten. Maar met wat dan? Truman. Warschau. Is er een reden om te Ja. koeien? Als Ja, wij. gewoon om daar binnen te geraken, we hebben geen access, hè. Ja, maar dan koe ik liever Maleisië. Dat kan ook. Ja, dan. Ja, eerst zien wat zij doen. Maar wij moeten niet Maar. per se DEFCON verlagen. Als DEFCON terug naar 5 gaat, zit West Germany in een realignment positie. Kunnen we daar dus op spelen als wij echt willen? Niet dat dat per se ons doel moet zijn, Ja, oké, okay, maar. maar dan koe is Italië, ja. Ja. Wat ook niet zo erg is, maar. Je begrijpt mijn punt. Ik denk niet dat we nu Ja. meteen DEFCON serieus moeten droppen. Nee, dat is waar. En zij hebben nog geen mil-ops, wij hebben 4 mil-ops. Dat zijn enorm veel punten die ze verliezen. Ah, dat is uit een Afghanistan. Dat was te verwachten. Iets doen als Syrië. Naar Ja, Israël. Syrië heeft nu niet veel zin meer, want wij gaan geen dom scoren daar. Ja, dat is waar. Tegen een coup op hun zijde, hè. Syrië is nu een ideaal coup-target voor hen. Ja, maar oké. Okay. Naar Israël gaan kan dan ook, om toch daar in die regio te blijven. Ja. Ik zal wel Truman nu spelen, dan is dat eruit. Maar Ja, dat is sowieso. Maar waar? ik vind Gewoon Israël niet Korea kan verkeerd. ook wel. Wel, eerst Space en USJ, aangezien dat we toch weinig te doen hebben, gewoon die twee punten pakken. Ja, dat gaat ook. Ik denk ik dat ze Nasser hebben. En dat ze Nasser toe Egypte gaan. Dat is ook een goede mogelijkheid, maar dat is maar Omdat één ze nu, denken dat ze omdat ze gaan nu al gokken. naar Lib omdat ze nu al naar Libië gegaan zijn. Ja, maar DEFCON is nog hoger. Als wij Egypte zouden koeien, dan is het ook onbetantelijk voor hen. Maar is dat geen argument om nu in Israël te gaan als die coup mislukt dat wij Egypte kunnen nemen? Ik vind Space niet verkeerd. Ja. Ik wil Japan Ah niet nee, dat is opgeven. waar. Ik heb niks gezegd, ik ben verkeerd. Nee, want wij staan dan in Egypte natuurlijk. Ja, maar Ja, toch, Spacen is het is een oké, punt, denk het is een punt. Als een koe juist nul raakt, dan kunnen we er met ik. Warschau wel in. Maar ik denk niet dat Ja. ze dat onmiddellijk gaan doen. Ik zou nu de beurt gebruiken om Japan te Ja. spacen. Misschien, nou, want we gaan die sowieso space, nu is no way out Wel, anyway. ik zou die echt niet willen Ah. geven. Shit. Jammer, maar helaas. En dat was een mooie koe geweest in Maleisië. Dat is altijd de vraag van is Ja, de. dat is wel een reden voor hen om nu al Nasser te gaan natuurlijk. En dan beschermen ze Thailand, Maleisië. Dus als ze nu Nasser koe gaan, Ja, denk ik maar. dat is wel. Ja. Maar ja, dat van die access klopte trouwens niet, want. Ah, oké, okay, tenzij dat soms exact eruit. Wel, als het Ja, ons exact eruit, bonjour, ja. wel. Oké, okay, ja, dan klopt het. Ja. Maar Maar ja, in niet alle dat andere helemaal. situaties niet. Dat is. Nee. Ja. Maar ik weet niet of dat genoeg reden is om op te verspillen aan Israël eigenlijk. Ja, We ik kunnen denk ook gewoon hier. Algerije pakken of zo. Ja. Algerije is niet zo urgent, denk ik. Nee, natuurlijk niet, maar ik bedoel, als we Zeker echt niks te doen met hebben. CIA nog in de tech, is het niet verkeerd om daar nog een seconde mee te wachten. Dat is waar, dat is waar een punt. Volgende weer Truman.
Ja, Zuid-Korea is waarschijnlijk een van de betere. We Ik moeten bedoel, oppassen ja. dat we niet, dat ze Noord-Korea niet breken, dat we zonder presence in Azië zitten, want we hebben Warschau, dus dat zou Ja. doenbaar moeten zijn. En ook als de coup faalt, dan kunnen zij er gelijk drie in zetten met containment. Ja, dus waar ze zitten onder containment, dus Nasserco is 2 waard. Ja. Ik toch bekijk, ik heb ook nog een beetje de boertige play is AR6 China in Duitslandsrammen. Dat geeft evenveel dreiging. Als ze dan niet trekken, Ja. dan pak je het af met een vierdrop de volgende keer. Maar Is dat niet te all-in? ik denk het wel. Ik denk niet dat het nodig is, maar. Oh, Oh, jong. Jezus. Ja, 2 Oeh. daar. En ik zou 1 Canada doen. Oh. UK en Canada is hetzelfde. Canada kan ooit NORAD zijn. Ja, het maakt niet veel Ja, uit. en Ik zou dit kan 7. nooit special Ja, zijn. maakt niet veel uit, Eigenlijk vind ik inderdaad. special nog dreigend, maar oké, ik denk dat ze. Special is dreigender, maar ja. Ik denk dat ze geen een van de twee uitgevuld krijgen. Maar goed, ja, als ze Marshall krijgen, misschien. Een heel rode hand voor hen. Ja. Zeer opmerkelijk. Geen Ja, overprotect is dit ook wel gewoon het doen. feit dat ze dit niet spacen, dat wil toch ook zeggen dat ze nog Ja. vervelende Ja. kaarten vast hebben, hè? Tenzij ze redeneren van ze hebben containment, we kunnen West-Duitsland herstellen en daarna hebben we nog extra ops over, dat ops efficiënt is. Socialist op dat Ja. vlak. Dat is waar. En keerde het eerste nu. Ik denk dat ze die call Ja, die toestellen klopt, als die stel, dat kan ook natuurlijk. optimaal twee was dan. Och ja, volgende beurt hebben we RSP, NTB en Purge en Blockade. Dus dat komt allemaal in orde. En dan komt Europa natuurlijk pas beurt Een 7 terug. defector ook natuurlijk. Ja, uiteraard, uiteraard. Nu als Pakistan. Ja, ik zou Truman in Zuid-Korea zetten. Ik denk dat dan mijn. Ja, dat kan. Ik zie nu niet het nut in om hen Thailand te geven door Nee. Pakistan te koeën. Correct. Ja. En we moeten nog van Truman af. Hebben we nog een degelijke kaart voor RSS om ja, waarschijnlijk Noord-Korea te overprotecten. En of Zuid-Korea te nemen. En of iets in het Midden-Oosten te bekokstoven. Zij moeten nog goed trouwens. Ja, exact. Maar Verkeerpunt. wat gezegd is inderdaad, Nasser coup is een interessant idee, maar als dat hun enigste coup is, verliezen ze 1 VP aan Geen Milops punt, ja, en dus kunnen ze nog dat steeds naar Thailand. En er zijn nog maar 2 is beurten over, dus als ze naar Thailand willen gaan, ja, zitten ze sowieso in de boot. In West-Duitsland poepen als ze niet spacen, geen optie. Ja, dat kan ze, maar waar is de koers? Jezus. Dus ja, ik verwacht nu de Nasser-coup in Egypte. Dus ja, ik vind het geen slecht gedacht om 1 Noord-Korea, 1 of gewoon alles in West-Duitsland. Maar vind ik ook Dat is zo. weg, hè? Ik speel niet graag China. CIA is er nog niet uit. We kunnen ook gewoon deze erin zetten, hè. Dat Ja. is meer Nee, trade, ik maar. zou China niet erin zetten. Ik zou China niet gebruiken. Ik zou Warschau gebruiken. Ik zou Warschau gebruiken, 1 om West-Duitsland te destabiliseren. En dan, ja, Azië is ook gevaarlijk, maar. Ja, één vind ik. Ik zou hem er volledig in zetten als we met pas dat doen, maar. We kunnen dan maar Het moet nog twee. iets van moeite kosten om te repareren ook. Hè. Wat hebben ze nu eigenlijk? Het is niet het belangrijkste dat ze niet kunnen China is repareren toch. omdat ze moeten koelen. Dat Of is van ja, dat. die idee. De kans is groot dat ze Nasser hebben. En dat ze overwegen om te Weet je koelen niet, ik heb of het om te gevoel als ze spacen. Nasser hadden, als die play eerder gemaakt zouden hebben nu eigenlijk. Ja. Dat leek voordeliger daarnet. Kunnen ook gewoon. Ah, je kunt hem alleen in de koe, dus. Nee. Natuurlijk, als je kunt. Ja, ik vind.
We moeten, ja, als we niet voor West-Duitsland gaan, moeten we Azië verdedigen. Moeten we en of Zuid- en Noord-Korea. Want anders gaan zij Noord-Korea breken en zitten we presentless dominatie. Dat mogen we niet toelaten. Midden-Oosten is positief. Ze hebben geen non-battlegrounds waar ze meteen aan kunnen. Dus daar moeten we nu niet te veel om zorgen maken. Ze kunnen natuurlijk wel Irak breken. Dus als we niet agressief zijn, zou ik iets als ja, wat is het, Syrië, Zuid-Korea, Noord-Korea doen. Als we wel agressief zijn, is het twee in West-Duitsland. Maar dan laat je inderdaad Azië wide open. Hè? Dan kunnen ze inderdaad nu Noord-Korea breken. Een studie vind ik eigenlijk niet nuttig. Of ja, Wel. of Irak Oh. overbeschermen, één extra punt in het Midden-Oosten, dat is het idee. Ja, Dat ze niet ook gewoon dus, hetzelfde kunnen doen. ja, dat is waar. Maar ik bedoel, als je West-Duitsland kunnen ze niet negeren, Nee. hè? Dat gaat niet, hè? Ze kunnen wel mooi Azië pakken, maar dat doet niks als je Europa hebt. Dat is waar. Ja, ik ben nog Maar steeds beide beducht. plays zijn oké. Okay. Ik ben nog steeds beducht voor een Syrië-coup. Ik denk dat als die succesvol is, dan is dat al Ja, oké, okay, maar bekend. als we Maar wel Germany breken, kunnen we het toch exact. niet gewoon, hè? Nee, exact. Wel, ze kunnen alles, maar ik vind het ook geen slecht om dat te doen. Let's go. En het Belgisch compromis van één West-Duitsland breken en dat eentje in Korea zetten? Ja, dat kan zeker ook. Ja, dan vind ik tweede West-Duitsland ook beter. Want Irak, het Midden-Oosten is toch in dezelfde boot. Als ze ons willen aanvallen, dan. Maar als ze echt een D-kaart of zo hebben, dat ze. Exact. Als ze er echt niks meer kunnen doen. En anders is het nog steeds positief voor blokkeet. Als we blokkeet met Dat is RSP waar, toch dat zouden is zeker kunnen. waar. Ja, hoe meer dat er dan al Ja, staat, nee, dus. dat is niet waar. Dat is niet waar, want ze hebben geen access. Ze moeten al naar de binnenbus. Ja, dat is ook niet. Ja. Ja, Oké, maar okay, gaan we dit gewoon doen? ja, is goed. Ja. Zien hoe het geeft. Ik denk heel veel gaat afhangen van de volgende hand en wat dat allemaal is. Nog vrij veel rode kaarten in. Daar is Korean War. Heeft niet gewerkt, dus niet slecht dat we dat genomen hebben. Opmerkelijk dat zij niet voor Korea zijn gegaan, ondanks dat ze Korean War in hun handen hebben. Nou, Dit is wat 6 VP in het Midden-Oosten. de testen en de blokkade. Maar defectors hebben we ook niet. Die is al over Vietnam. Ja, Vietnam is de obvious headline. Nee. Ja, Minst op. CIA 5-4, dat is iets lastig. Ja, we kunnen CIA opgeven op een bepaald moment. DEF kunnen ze op 4. We zitten Ah niet ja, in de. het in Afrika, Centraal-Amerika, Zuid-Amerika. Die stal heeft wel het voordeel dat moesten ze Middle East headlinen dat we het nog kunnen redden. Ja, maar met defectors is Ja, het oké, te maar waarschijnlijk. ik speel geen diefstals in mogelijk defectors En zeker met DEFCON op gewoon. 4. Dat Cambridge 5 is zou ook kunnen, maar dat is alleen als ze Azië bedoeld. hebben. Zes Dus. punten naar mij. Nee, dat is spijtig, maar helaas. Ja, zie je defectors. Het is goed dat hij weg is. Ja, maar niet voor lang. Is dit ooit een Maleisië-coup? Blokkeren is onze holdcard. Nee, we hebben een 5-year plan. We zijn wel spacen. Ja, ik wil ook nu al blokkeert leggen, omdat er maar één voorop is. Ah, sorry, Nee, er zijn het is nog geen geen beurt. triops. Ik was aan beurtjes aan het tegen zijn veel. Ja, nee. Dus Comic-Con, Duck and Cover, EU Ah, naar de rode Noord. drie zijn weg, hè? Oké, okay, ja, buiten, ja, Comic-Con. Comic-Con, maar ik Nee, bedoel Comic-Con. de goede. Nee, dat is Social waar. Spread en de Goal zijn allemaal weg, hè? En die stal ook, dus ze hebben wel geen goede kaarten om maar aan te discarden. Dus 1, het is nog 2, 3, altijd goed 4, om dit event te winnen. 5.
Ja, vijf kaarten nog in de tech. De kans is klein, denk ik, dat het werkt. En ik vind het een te. Ja, ik weet het niet. Ik denk niet dat zij purge hadden. Anders hadden ze Nee, niet het moet defectors niet werken, het gekocht. is gewoon een goede opstrijd, dus dat is oké. Ja, maar het is niet dringend ook niet, toch niet? Nee, nu niet in elk geval. Zeg maar. Bon, nu moeten we iets aan Midden-Oosten Dat doen. denk ik dat dringender is, ja. Ja, ze hebben Midden-Oosten duidelijk niet, maar ik zou We ook kunnen inderdaad ook wel iets gewoon doen. Bolivie met de grote kaart. Zo'n grote kaart en dat is een van de Dus. weinige ops die we hebben. Ja, oké, maar we hebben toch geen access, dus. Ja, We tot voor deze willen zal dit blijven gewoon spelen. verlagen. Hè? Als dat hun laat countercoeën, dan kunnen we direct die stallen. Dat is het mooie eraan. En dan die stal in CIA of wat? Ja, dat is Dat ook een is een probleem. probleem, hè? Dat is een probleem, hè? We moeten niet onnozel doen. Ja, het probleem met CIA nu spelen is ook onmenselijk. Waarom? Omdat ze dan weten Ja, dat we die misschien stal moeten we hebben, eens. ze koeien en dan gaan ze toch in Thailand. Ik ben aan het denken of dat er een of andere manier is dat we Thailand nog kunnen halen. Zonder die stal volledig daarin te steken. En ik denk niet dat dat er is. Misschien moeten we als CIA gewoon geven. Hè? Op zich doet het nu niks, dus dat is wel al goed. En dan gewoon eentje in Irak. Oké, ja, we gaan Thailand kwijtgeraken, maar Ja, of Colombia koe, hè. De kans is groot dat ze, zodra ze die stal zien, effectief naar Colombia gaan. Ja, ik vond het niet ja. slecht om Dus, CIA gewoon te spelen. Ervan af te oké, maar zijn. als ze met CIA in Colombia gaan, dan koeren we dat. En als ze met iets de volgende beurt naar Colombia gaan, dan kunnen we daar ook gewoon koeren. We Dus hebben genoeg klein dat is ding, ook. klein grut. Nadeel is dat je blockade informatie geeft, maar ja, dat is de Ja, enige andere. Dat je ja. zodanig aanvallend werkt op West-Duitsland dat ze niet kunnen volgen. Dan kunnen we snel zien of dat ze ops hebben of niet. Maar Kun je gewoon deze geven? Ja, ik zou dat doen. Ik denk dat dat goed het is is dan, ja. conservatief, maar ja, ça va. En wel. Dat was niet juist, hè, wat we nu gedaan hebben. Want Nee. nu kunnen zij dat eentje in Irak zetten, toch? Ja, dat maakt niet uit. Dus Midden-Oosten dat hebben ze we niet. naar Syrië dan. Dus het probleem is, als wij eerst ons CIA spelen, dan gaan zij naar Colombia en meteen naar Venezuela. En Ja. dan moeten wij Venezuela koeien. En dan is de kans bestaan dat we er niet in geraken. Of, en dat zij een countercoup uitvoeren, et cetera, et cetera. Dus sowieso een moeilijke situatie. Maar het zou mij serieus verbazen moesten zij Midden-Oosten scoring hebben en dan niet in de headline gespeeld hebben. Ja, denk het ook. Hoewel ik vrij zeker van ben dat ze Purge Zelfs niet hebben. Nascar. Purge ook niet, nee. Je hebt net een spel achter de rug. Voor mij zijn er geen zekerheden niet meer in dit leven. Ik zeg af en toe iets randoms, hè. Sorry. Is de mogelijkheid om het einde van de beurt 5-year plan te spelen en dan blokkeert? Wat bedoel je daarmee? 5-year plan, dat werkt niet voor deze richtingen. Sorry, ja, ik ben het is tijd dat ik ga slapen, blijkbaar. Sorry. Dat is niks. Nee, 5-year plan moeten we bijhouden voor de volgende beurt, denk ik, voor eventuele slechte scoring kaarten. Sowieso, want Ja. Midden-Oosten en Azië zijn niet alles. Ja. Ja, zeker met CIA weg, daar niet van. Dus event. Ja, ik ben Hebben nog we die steeds. stil? Ja, nee, we hebben 5-year plan. We hebben niet veel ops. Ik vind het. Ja, Romanian eventen om als D-stal fuel te gebruiken. Ja, maar liever niet, maar we zullen zien. Ja, het probleem is als zij Independent Reds hebben, lukt het sowieso nooit. Maar ja, dat is een ander probleem. Ja, ook al. Ja, ik ben echt niet zeker of dat we Blockade nu als event moeten gebruiken. Ja, sowieso wel. Het is gewoon 1 op voor 3. En we gaan er nooit West-Germany mee krijgen, denk ik. Ik bedoel, deze moeten we wel houden, want we zitten met slechte scorings. Plus, dit maakt ook dat ze geen decoy kunnen holden. Ja.
En gezien hun turn 1 hand, Dat is is waar, het best dat is wel waar. waarschijnlijk dat ze een decoy vasthouden Ja, zijn. ja, En ja. dat wij de diefstal hebben. Het grote probleem is inderdaad, hoe gaan we die stal fielen? Ja. Ja, je vindt een manier. 1, 2, 3. Serieus? Zij moeten ook goed nadenken. Betekent dat dat ze nu heel duidelijk aan het zien zijn hoeveel ops we hebben en wat zij kunnen doen? Of dat ze aan het denken zijn van merd. Dit betekent gewoon dat ze veel hebben over na te denken, en dat snap ik. Ik weet niet wat dat ze daarom denken. Dus ja, Midden-Oosten moeten we zorgen dat we Irak of Syrië, waarschijnlijk best Irak, iets hebben. Dat zijn vier, nee, drie punten. Nou, vier als we Irak nemen. Dat is te belangrijk. Azië scoring zou nog kunnen eruit komen. Dat zit in hun handen. Ja, maar ze hebben wel werk om aan de mond te geraken. Ja. Maar, Oh, oeh. oeh. Is dit een moment waar wij ook een coup plegen? Dat Dan forceert deze. dan. Wat gaan ze doen? Nog eens een 3-step koer voor 2 punten. Dat mogen Nee, maar ze zeggen. de punt is, zij willen naar Thailand, juist. Ja. Als wij naar Thailand willen, moeten we deze stal spelen. Als we deze stal spelen, willen wij ook naar Zuid-Amerika gaan. Of zelfs ook Afrika. Vandaar denk ik van als we nu een coup plegen, Panama of, ja, of een van de Midden-Oosten, zorgt ervoor dat wij volgende beurt deze stal zouden kunnen spelen. Je verzwakt die positie wel, ja, het is deze stal, maar. Maar we moeten niet per se volgende beurt al deze stal spelen, toch? Wat doen we volgende beurt dan? Ik denk het wel, hè, want anders zijn we te laat voor Thailand. Nou, voor Thailand zijn we Voor sowieso te Thailand laat. zou het wel. Thailand zijn we sowieso te laat, maar we kunnen India forceren dat zij het moeten Het nemen. probleem is dat ze Thailand-Colombia gaan. Exact. Daarom dat ik denk van, ja, misschien toch de coup op. Panama Ja, ik weet het dan. niet. Ja, de kans dat dat succesvol is, is relatief klein. Daar ben ik het ook mee van bewust. Was het een Dat 3? weet Nee, ik niet. 4. Jawel. 50-50 om ze te kicken. Van 4, dus dat is 50%, hè? Ja, dat Ja, is nog wel de moeite, 50-50. denk ik. Ja. Oké. Let's go. Ja. Doep. Ja. Nee, ja, ik denk het grote probleem is als we nu niet koeën, is het veel moeilijker om deze stal te spelen. Nog moeilijker dan het eigenlijk al is. Daar is de eerste drie op. Oh. Okay. Makes sense. Ben echt niet zeker van serieus hoor. Ik weet ook niet waar we het anders halen. Ja, het kan niet anders. Je Dat hoeft vind niet ik. terugzetten, hè. Dat is. We gaan Ja, geen dat is battlegrounds de punt. leeghalen. Laos, Cambodja. Nee. Ah, Laos. Ja, dat kan wel. Dus. Dan kunnen we Misschien. Birma, Vietnam. Ja, dat dwingt hen te reageren, hè, want anders kunnen we Thailand flippen. Zwaar. Ja. Ja, kans dat we dat succesvol doen is klein, maar. Maar, Ja, nee, het is zoals met gezegd. influence. Met Ja, nee. influence. Ja, maar ze gaan er inderdaad wel naartoe gaan. De kans dat ze dan niet. Als iets anders voor het kop stoven is klein. Maar het is het voordeel dat ze dan geen realignments kunnen uitvoeren op alles. Wat we Ja, juist ze gezet moeten hebben. nu. Ja, voilà. Dus nog vier kaarten in het spel. Dan drie ops. Duck and cover. East European Unrest, Comic Con en dan ook natuurlijk Purge opnieuw. Ik denk dat de kans nul is dat zij Purge in hun handen hebben. Nog toch.
Wat is de kaarttracker status? Ja, perfect. Ben ik geen kaartjes aan het vergeten. Wat zijn onze Oké, dus volgende moves? wat moet er gebeuren? Irak, hier waar. Venezuela, Irak zijn zo die dingen. Ja. In het Midden-Oosten iets wat beginnen spreiden is niet per se verkeerd, maar is dat een prioriteit is een andere vraag. Ja, In moet wel Azië naar naar school. Burma gaan is niet verkeerd. Uiteraard als zij Thailand niet verdedigen. Ja, wat doen ze als ze Thailand niet verdedigen en naar Colombia gaan? Gewoon Thailand nemen, juist. Ja, Afrika ik is denk ook niet te dat dat graag. gaat doen. We willen naar. Is Argentinië ook geen prioriteit? Nee. Nou, als we iets van spreiding hebben hier, is het al oké, okay, denk ik. Het voornaamste doel van Venezuela is te zorgen dat als zij naar Colombia gaan, ze niet gewoon Venezuela binnen wandelen zonder extra kost. Qua Ja, maar quadrealignment is goed, Argentinië alles wat interessant, maar. dat we daar kunnen zetten is wel goed. Ik wil wel eentje in Burma sowieso. Toch Milots. een mil op. Ja. Ja, zij willen naar Libanon natuurlijk, hè. Ja, kunnen niet veel Dat aan doen, hè. was, ah, dat was mijn voornaamste spijt van Syrië, maar ja, het is wat het is. Oké, tijd om te spreiden. Ja. Eén Ik denk dat Venezuela. het tijd is om een grote te gebruiken. Hier moeten we zijn, hier moeten we zijn, hier Dat is, moeten we dat, zijn. ze weten wat onze kaarten zijn. Ja. Ik zou durven Cambridge 5 gebruiken, Irak, Venezuela. Maar de access aan India is toch goed. Wij Als gaan we nooit. India niet pakken, gaan we er toch één in inzetten en dan trekken we naar Pakistan, hè? Ja. Ja, Dus geen rijk. dat is belangrijk. Ik ben hesitant, maar ja. Ja, jij gebruikt niet graag uw grote kaart de eerste keer. Nee, Maar vooral nu omdat ze onze kaarten gezien hebben. Ze weten dat wij nu nog ja. Blockade Romanian en Cambridge 5 in onze hand hebben. Ze weten dat we op niks kunnen reageren tenzij Nee, dat we maar China opgeven. in een rampgeval kunnen we China gebruiken. SCI is weg, dus Ja. SCI is weg, ja. Ik houd China toch liever. Oh, gewoon. Ik denk dat dit en dit is allemaal heel belangrijk om nu al Ja. te doen, denk ik. Dus, moet het tempo houden ook. Ja, veel tempo helpt het niet, maar ja, is goed. Volgende is Roemenië en India als ze daar niet gaan. Ja. Ja, ik denk niet dat ze het kunnen pakken zelfs. Waarschijnlijk niet, maar. En ja, blockade laatste AR. Ja, het hoeft niet per se, zelfs kan eerder ook. Ik denk dat we nu de grootste prioriteiten gedaan hebben, dus we kunnen, denk nu Roemenië naar Indië en dan waarschijnlijk blokkeert en dan hebben we nog een twee op. Of China. Het voordeel van deze als laatste is ook wel, als we China gebruiken, dan holden we die en er zijn nog twee scorings en we gaan weten of ze ze hebben. Dus dat kan nog nuttig zijn. Ja, maar beide scorings gaan in de headline komen. Kan. Doen we dan dit. Ja. Dus welke van de drie denken we dat ze hebben? Duck and Cover, East European Unrest of Comic Con? Ja, Comic Con zouden ze sowieso houden als blokkade folder natuurlijk, maar ja, kunnen we niet echt weten. Dus we moeten hier nog komen. Sowieso RSP, Asia en Middle East. En voor de rest, Nasser nog altijd. Comic Con, EU, Duck, IP war. IP. Alleen. IP, dus. Oké. Nu gewoon deze eventen dan. Zodat ze blokkade niet, die kon niet kunnen houden. Ja, dat is goed. Ik verwacht Duck and Cover of Comic Con. Ja, ze hebben het sowieso. Dus geen punten. Ja, tuurlijk. Anders Maar gaat kijk, ge. nog altijd goede ops.
Ze kunnen geen decal holden, want daar gaat een decal. Perfect. En het de was Comic Con. Ja, dat is goed gespeeld. Ja, we hebben decal eruit, dat is wat we wouden. Hoewel is de status van Azië, country count gewijs? Als zij India zouden nemen, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Is dit Cambridge 5, Vietnam, Burma? Ik denk dat we zeker één in Irak moeten zetten, hè, want anders spreken ze die weer in de laatste dat is, deur. Dat is een punt, dat is een punt. Dan wat Irak en Burma? Burma kan wel, ja, de IP-waar. Oh, wel, het is dus vooral IP-waar gewijs. Het iets moeilijker maken, plus we willen country count in Azië nemen. Klikt eens op Azië, als het is. Ja, oké. Oké. Ja, let's go. Dus, Urge, twee scorings, Nasser, IP-waar, duck and cover, en dan nog... Fidel. We hebben Independent Reds, duck and cover. En nog andere dingen. Hey, Burma. Het maakt niet uit. Oké, okay, dat is een scoring. Ah nee, Europa is van ons. Dus wij hebben Midden-Oosten, Fidel, RSP, Independent Reds. Zij hebben Duck and Cover, Azië Scoring en Nasser. En niks anders, want het zijn drie kaarten. Ja. Ja. Dus wij hebben teruggekregen Europa, UN en NATO. Juicy. Midden-Oosten scoring is niet verkeerd. Ik denk onze koe is bijna zo. Is onze koe sowieso Iran of Libië? We spelen China deze beurt. Wacht, dat doe ik met UN. Ja, 5-year plan Middle East. Oké, ja. Ja, wat met UN? Met UN. Oh, fantastisch. Maar dat is geen UN. Dat wil. UN op Independent Reds. Oh nee, dat willen we juist niet. UN op NATO. Die doen niks. UN op NATO, ze hebben waarschijnlijk Marshall of Warschau. Oké, nou dat kan. En we kunnen het ook niet gebruiken op iets van ons, dus dat moeten we wel op tijd spelen. De grote vraag is, steken we Purge effectief in de headline of niet? De factor is gezien, maar kan natuurlijk maar terugkomen. Twee van de drie kaarten dat we weten, doet het niks op, dus dat is wel... Ja, wat dan? Fidel? Europa is te vroeg, daar willen we dominatie nemen. Nee, het is Fidel of Purge. Ja, dan zou ik voor Fidel gaan. Ja. Ja, het is zoals gezegd. Wacht. Ja, ik denk het ook wel. Maar... Twee van hun drie kaarten doet het niet zo. Ja, en we kunnen de ops gewoon gebruiken om exact. De ops te pakken. We kunnen de ops meer dan genoeg gebruiken. Okay. We hebben er wel wat, hè. We hebben NATO ook nog, hè. Ja, maar... Fidel willen we sowieso voor het event spelen van deze beurt. En import wat er gebeurt. En het is zoals... Zij gaan... Maar zij gaan wel sowieso Asia headlinen? Ja, waarschijnlijk. Maar kunnen we iets doen als ze Asia niet headlinen? Ik denk, het punt met Asia te headlinen is wij kunnen Decol of Vietnam teruggekregen hebben. En dan breken we een dominatie. Dus die kans bestaat. Ik denk dat we nog steeds koeën. Ik denk dat we Azië opgeven. Ik denk niet dat er een punt is. Dus vandaar, ik zou gewoon Fidel gaan. Bij defectus is het ambetant, maar... Waar gaan we koeën? Oké, nu gaan we Azië. Nu gaan we voor Azië spelen. Juist? Ja, mag wel. Kunnen we dan niet... Gewoon één in Vietnam? Of is dat te ambetant omdat je dan hen, ja, maar bedoel, Maleisië en Indonesië zij en... Ja, dat is waar. Al die landjes daar, zeg ik dat dan iets. We moeten iets in Europa nemen, juist. Spanje. Je kunt ook heel boertig gewoon alles in Indië steken, maar dat lijkt mij echt wel te simplistisch, hè. Nee. Eén zou nog kunnen. Maar... Nee, het is alles of niks, denk ik. Maar... Ja, het is alles of niks. Zo ene keer breken ben ik ook tegen. Maar het kan wel, ja. Gezien al onze vier drops en de China. Ja, daar ben ik er niet tegen. Het is natuurlijk als ze IP redraw. Ja. Maar... Ja, dan is. Dan is het pech, maar. Ik ben aan het denken. We moeten niet vergeten in Europa ook nog. Langs te geraken, maar... Het heeft het voordeel dat we UN kunnen holden ook wel. Ah, nee, wacht, nee, we hebben 5-year plan. We spelen China sowieso. Ja.
Dus het is niet Ja, verkeerd om niet per se. inderdaad. Ofwel spelen we UN voor op, hè? Nee, met 5-year plan gaat dat niet. Hè. Ah ja, als ge... ja, maar dan Ja, spelen we niet UN China, dan voor. spelen we niet Ja, dat China. wel. Maar ik vind deze niet verkeerd. Nou, ik vind het ook wel goed. We weten Zo. dat ze Azië hebben. Dat is wel veel punten eigenlijk. We zien wat ze doen. Ja, let's go. Oké, Independent Red City dat we vrij snel willen doen. In het rare situatie dat ze Romanian hebben geredrawd. Is er ooit een moment dat we drie ops in Angola steken? Kan. Ja, als wat prioriteiten zijn Europa, Zuid-Amerika, Ja, Algerije. moeten er nog twee in Europa zitten. En trouwens, Roemenië, als ze dat spelen, dat is goed, maar dan spelen we Nee, ik weer denk New niet. York voor je. Ja. Ik denk niet dat we ooit Angola pakken deze ronde, want Algerije is Ja. belangrijker, Zuid-Amerika is belangrijker en Nee, dan zal dat het klopt zijn. ben ik het mee eens. Marshall nemen ze terug. Maar is goed, Marshall weg. Marshall niet gespeeld voor het event. Wat Ja, ik dat zou ik opmerkelijk moeilijk vind. vinden. Ik denk Marshall voor het event had echt wel een betante geweest. Ja, dan zouden we de afscoring kunnen vergeten, denk ik. Werelddominantie. Doen we gewoon opnieuw? Kan wel zo. Japan, NTB, plus we hebben één minder, dus dan alle drie op zijn nu ook oké. Okay. En daar zijn er nog wel een Japan paar hebben ze van. niet, want dan hadden ze Japan gewerkt, hè? Nee, in Japan, Niet per gewoon India weer. se. Het probleem met Japan is als ze die gebruiken, dan kunnen wij naar Japan gaan. Maar ja, dat is ook niet per se interessant. Ik weet het niet. Nee. Ik denk dat dit een eindeloze sink is waar we niet uit gaan komen. Ik zou liever voor Europa spelen en spreiden. Zorgen dat we Zuid-Amerika houden, zorgen dat we misschien in Centraal-Amerika Ja. versterken. Op die manier bezig zijn. Ja, kan wel. Dat kunnen we mee in, ja. Kunnen we Right daar in. nu Europa mee nemen? Ja, maar we moeten hier ook nog iets pakken. We hebben al veel te doen eigenlijk. We hebben veel Zo, te doen, dat 1, is het 1, 2, probleem. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ops te spelen. Ja, we hebben er juist 11, 12, Ja, 13. 13, oké, Dus okay, dat is ja. niet zoveel. Ik zou nu beginnen met Independent Red te spelen naar, ja, wat is het? Spain, Portugal. Kan nog, juist, nou ja. Of gewoon naar Algerije. Dat is minder obvious. De kans dat zij in Europa iets gaan doen is nu vrij klein. En daarna kunnen we Purge of NATO gebruiken om Spain, Portugal en iets anders te doen. En waarom Spanje, Portugal en niet Griekenland? Spain, Portugal geeft verdediging in Frankrijk tegen realignment. Uiteindelijk later. Griekenland is goed Maar voor Griekenland? Turkije, maar Juist, juist. Ja. dat is ook het enige. En op dit moment zitten ze niet in een positie om Turkije te nemen, laat staan om Nee, Europa dat kan te niet altijd threatenen. zo. Pakken we gewoon Spanje nu? Ik vind dat dat te clear is. Nee? Ja, ze gaan toch Asia Ja. scoring leggen. Ja, En is goed. al de rest, hey, Nee, is goed. maakt het niet uit. Is goed. Nee, we kunnen alles vertellen wat we gaan doen. Ze kunnen Ja, het mag leggen. hier zijn, maar ze kunnen niks doen. Zo. Het Niet voordeel van zoals Algerije is. wij voorstaan. Zij kunnen Europa niet verdedigen. Oh nee, absoluut niet. Dat gaan ze ook Dank niet u. doen. Gaan ze ook niet doen. Het voordeel van Ja. Algerije is wel dat je dan een double threat op Nigeria kunt gebruiken als je echt wilt. Oeh, die terug. Ja, gewoon gaan. Scoren Raar dat ze Azië niet gescoord hebben hier. dan. Wat ik wel begrijp natuurlijk, CNS is punten. Ja. Ja, Maar. space is nog belangrijker. Dus. Middle East? Middle East? Midden-Oosten doet er niet toe. Wij gaan die met 5-year plan weggooien. Ah ja, dat is juist, ja, sorry, sorry. Geen punt. Oh, wat je moet ja. Twee daar. Zuid-Amerika. Ja. Misschien Zaire. Dat is wel over. Of. Nou, nee, misschien pakken we gewoon deze straks. Wel, dat Nou. was mijn gedachte ook, gewoon Saharan en daar. Nou, ik Maar zal ze wel gezien, wacht passen. eens even, gezien dat we ops, toch een paar ops over hadden, is nu niet het moment om toch ook eentje in Zaire te zetten. Is dat niet kunnen flippen? En bijvoorbeeld die van Brazilië even uit te stellen? Ja, maar in principe willen we zelfs flippen, denk ik, of niet?
Want wij hebben toch meer opties. Ik vind het niet verkeerd, maar ik denk niet Wel dat een het veel groot aantal. uitmaakt. Ik bedoel, Algerije is belangrijk. Die is belangrijk. Ik zou dan eerder naar Brazilië gaan dan Argentinië. Nee, dat is beter voor Nee, dat is voor de realignment. realignment is dit beter, denk ik Ze gaan wel. ons nu realignen. Maar ja, oké. Oké, maar dan maakt het ook niet uit. Dat is het enige waar we het verschil mee hebben. Dus nu moeten we wel voor de Ja, duidelijkheid brush war. Wednesday toe gaan. Ja. Niet vergeten. Wacht, wacht, toch nog eens? Toch nog eens? Aan de Plek beurt? 2, Ja, dat kan oké. gaan. Dus het enige dat wij nog weten is dat zij Nasser hebben. Gaan ze waarschijnlijk Nostra, uitstellen. Maar ja, dat is wat het is. Het grootste nadeel is OPEC is maar 2 punten waard op dit moment. Dat is altijd zo het rare met Midden-Oosten op te geven. Het omgekeerde voordeel daarbij is dat ze OPEC dan. is nog altijd in Ha! space. Roemenië. Ah, kijk. Ja. Ja, ik zou gewoon. Ja, ik zou gewoon doen. Het probleem met de Sahara States en Cameroen is dat zij hun laatste AR wel kunnen koeën. En dan Ja, mil-ops dat is krijgen en waar. al. Dus ik vind Ja, dit nee, goed. dus dat willen we zien. Nee. Oké, okay, waar gaan we dan eigenlijk die laatste? Wel, Venezuela wil er altijd nog wel één extra. Daar hebben ze geen probleem mee. Ja, dat wel, maar oké. Okay. We kunnen. Ja, als wat is, ga ik gewoon zo doen. Ja, doen. Voor de rest. Hoe staat het met de mil-ops? 0-0. De 0-0. kans bestaat dat zij IP-war hebben. Nee, ik denk dat ze dat geprobeerd hadden. Wow. Nee. Maar ik denk het wel. Nee. De kans is te klein, hè. Het is een 5 of een 6. Dus één Ja, kans een op bank. 3 dat wij Indië overnemen. Als IP-war mislukt, Ja, dat is waar. dan Klik daar hebben eens we even. Indië. Klik daar toch eens even op die, op de mil-ops. Op de mil-ops. Ah, mil-ops is 0-0. Ja, oké. Okay. Ze hebben nog Nasser en 2 andere kaarten die we niet kennen. Natuurlijk, het is wel misschien dat het niet verkeerd is. Nou, ik weet niet. Het is zo raar. Noord-Korea en Zuid-Korea zijn niet overbeschermd. En zij hebben nu wel China. Maar. Maar Asia is weg. Asia is juist gescoord En ze en hebben staat al in Oman. hun voordeel. Dat is zo de Dat dubbelzinnigheid. weet ik niet echt. Hè? Exact. Is het ooit een raar idee om met 5-year plan 1 Venezuela, 1 Angola? Ja. Het voordeel is dat de Portugees en South Ja, African unrest gelijk spelling wel. sterker Kunnen ook is. gewoon twee Saudi of zo, ik bedoel, een battleground waar nog niemand Ja, staat. maar. Ik vind 1 Angola niet slecht. Het voordeel is dat dat ding is. Ja, Mid-War Afrika kaarten sterker worden. Dat was Formosan van hun kant, ja. Het alternatief is om heel Zuid-Amerika te. Wel, heel Brazilië en Argentinië ook te overbeschermen. Wat natuurlijk brush war gewijs aanbetand is, maar maakt junta minder. Ja, maar goed, dan weer, Ik zou denk ik. eigenlijk gewoon in deze zetten. Dus ik bedoel, maakt OPEC ietsje beter? Nog niet, hè. Dat is nog Ja, een extra tuurlijk, optie maar we uiteindelijk ooit. moeten Ik erin bedoel, het zijn spelen. gewoon opties die op een nuttige plek staan in plaats van ze te voorspellen aan iets Aan over te regio's die optrekken. nog Of... gescoord moeten worden. Met Ja, kaarten maar waarvan je weet dat ze nog. waar dat je niet doet, vooral. Ik vind 1 in Angola nog steeds niet slecht. Geeft ons Maar dan ga access je. aan Zuid-Afrika. Dat verspillen ben ik er niet helemaal mee eens, spijtig, want ik bedoel, goed, dat is een komst. Je had toch geen kwaad dat je overprotected Ja, maar ze gaan wel iets Ja, er gaat sowieso doen, wel iets gebeuren en ooit. Maar je hebt ook hè. Ja, OAS, misschien je hebt krijgen van alles ze dat dat nog ook. gaat gebeuren. Wel, maar dat is Ja, allemaal. oké. Ja. Sure. Oké, okay. Een ander voordeel van Angola was ook dat je dan in Zuid-Afrika blijft. Ook als zij een headline koe stelen of met grain sales of zo. Maar ik vind dit ook goed. Hé, hey, Nasser, wie had dat verwacht?
Oké. Oh, man, hierops. Hey, grain sales. Teheran, Allende, Willy. Oh, deze zal de headline worden, denk ik. Yep. De rest doet niet veel, hè. De rest doet de ballen. Ja, moslim is waar, maar... Ja, tenzij dat we We Will Bury You willen gebruiken. Maar wij hebben grain sales en dat is zo wat de voornaamste. Grain sales space, Uzuri Ja. hold. Ja. Omid is wel vervelend. Ja, om dit moeten we Ik denk dat ik sufferen. liever de story geef. Dan zijn we ervan af en valt wel te repareren. We hebben ops genoeg. Ja, Toch Laos niks Cambodja doen is dan weg dan, hier. hè. Ze gebruiken dat dan puur voor Zuidoost-Azië. Denk ik. Maar ja, dat kunnen we zien op de beurs zelf. Ik denk, ja, Willy is het enige dat we kunnen doen. Het lang geweest. Ja, of wie wil bergen, maar ook liever koe, denk ik. Hè. Ja. Wel, ja. Vier ops. Hey, Bershwar. Zaire of toch Argentinië? Of Brazilië? Slecht. Hey, Venezuela. Ja. Koe op Panama. Met We Will Bury You of koe op Angola. Angola, denk ik zo. Met Teheran. Shuttle. Ja, shuttle is fijn. Zorgt ervoor dat Dit Midden-Oosten niet Iran zo. wil ik niet geven. Met Zuid-Amerika zal iets Ja, minder, maar. Teheran gaan we moeten opgeven, hè. We hebben grain sales en Uzuri. Oké, sorry. Gewoon repareren. Jawel. Ja. Oké. Okay. Ja, is goed. Let's go. Met 3 opkoeën heeft het ook voordeel voor arms. Nee. Ja, kans is groter, maar. Nee, is goed. Shuttle. Ah, beter. Ja, exact. Oké. Maakt niet uit. Dat is het probleem van later. Misschien toch Ja. Saudi-Arabië pakken, hè? Wat doen we in Zuid-Amerika? We willen daar een non-battleground nemen, uiteraard. Het probleem met Uruguay is als die koeën Nee, en dat is ze geen probleem. gooien hoog. Maar ja, veel. Ik zou wel sowieso Cameroon Siren States doen, juist. Ja, en Uruguay ook. Maar dat moet niet in één beurt, ofwel. Nee, niet per se. Misschien eerst als pleister of Oh, zo. ik zat ook te denken, misschien dat het niet slecht is om eerst grain sales naar de ruimte te gooien. Sorry, ik kan wel Laos flippen, dat is wel een tent. Ja, dat is wat ik zeg. Ik denk dat ze Uzuri puur gaan gebruiken om alles in Zuidoost-Azië te pakken, dat een plus 7 is voor hen. Ja, maar Omid is toch ook. Nee, Omid kan heel ambetant zijn, ben ik helemaal mee eens. Omid kan ook niks doen. Ik vind het niet Ja. verkeerd om Uzuri uit het deck te hebben, daar ben ik het wel Maar mee eens. gunmen en goede scorings. Nee, het is. Maar het voordeel Denk is, niet. het is beurt 4. Er zitten nog heel veel blauwe kaarten in, er zitten nog heel veel neutrale kaarten in, die het ook kan nemen. Nou, ik heb ook al genoeg tiraans gehad, waarbij ik denk van oké, okay, ja, nog deze. Maar, we staan relatief degelijk op tijd. Ja, we duurt 4, half uur gegaan. Hey, OPEC voor 0. Oh nee, voor 1. Jee. Oké, nu zou ik wel wat landjes pakken eerst eigenlijk. Dus Zoals als ze hier presence pakken, ja, zoiets. Dekken beginnen dreigen. ja, oké.
Nicaragua is waarschijnlijk ook wel zo een van die plaatsen waar we naartoe willen gaan. Ja, die twee samen dan normaal. Maar zeker met Shane handen. Ja. Once we will bury you. Zij gebruikt de OPEC, ja. Botswana was ook wel iets. Ja, dat was te Dat agressief in Afrika is geweest ook niet. waarschijnlijk. Dit geeft nog een kans dat ze effectief een coup voeren op Cameroen of zo. Ik denk met Botswana en. Ja, nee. Maar ook kan maar dan doen niks. Ja, niet doen. Nee, dat is waar, dat is waar, dat is waar. Als we Ouzouri voor het event gaan spelen, dan lijkt het wel dat we best nog een beetje wachten, want ze zijn zelf aan het opvullen. Ja, tuurlijk. Ja, dat is Ja. niet onmiddellijk aan de orde. Absoluut niet eens. Oké, En goed. daar komt die. Ja, pakken Nigeria. En dan wat? Gewoon Allende in Nigeria. Wat is onze holdcard? Uzuri, Grain Sales of Tehran, juist, ja. Wel, waarschijnlijk Tehran. Ja, Ik het zou gewoon eerste dan. deze doen, ja. Ja. We moeten er vanaf. Alhoewel. Ah nee, oké, we gaan. Gaan we die ooit gebruiken voor een koers? Nee, we hebben chain Ah, handen. nee, we hebben Ja, chip. oké, maar als we maar één pakken, is het ook niet alles. Nee, dat is waar, dat is waar, dat is waar. Maar dan is Allende ook Ik ambetant kan omdat toch een kans geeft dat niet. counteren. Je kunt toch altijd een tweede chip dan op dingen spelen, hè? Daar beneden op Botswana. Ja, feit. Ah, ja, juist. Ja. Ja, let's go. Volgende beurt Space of Che waarschijnlijk, juist. Is waarschijnlijk dan. Is het ooit een punt om toch Zuid-Korea en of Noord-Korea te beschermen tegen Ouzouri? Ik wil eerder Laos nog beschermen, denk ik. Ah, ze Ja, gaan meneer, allemaal in. stel nu we spelen Ouzouri en zij zetten 2 Noord-Korea, 2 Zuid-Korea. Wij gaan 2 Noord-Korea, 1 Zuid-Korea. Dan kunnen zij Zuid-Korea flippen. Opnieuw, Azië is gescoord, ik weet het allemaal, maar. En het is al verloren, dus het is voor relatief weinig extra punten. Ja, het is vooral late. Het Ik is weet dat vooral. het slecht voelt, maar at the end of the day. Ja, Het inderdaad. is vooral late war met Cal dat ambetant is, maar. Ik verwacht ook dat ze Zuidoost-Azië vullen tot de brim. Ja, maar als je bang bent van kool, dan laten we Noord-Korea gaan. Dan zetten we die twee die we kunnen gebruiken in. Nou, Noord-Korea is extra pp's, dat is niet waard. Eentje. 1 VP. Elk VP counts. Maar ik verwacht eerder dat ze Laos gaan flippen zelfs. Ja. Zeer, zeer waarschijnlijk. Gewoon Laos flippen 2 Noord-Korea en dan moeten we Noord-Korea terugpakken. Ja, zoiets. Nu gaan ze misschien aan Nicaragua. Che? Oeh, hebben ze hem echt of zo? Che, voor beide? Ja, sowieso, ja. Ja, ze pakken Vietnam ook. Oké. Ja, dat Okay. had ik Sowieso. verwacht. Jee. Niet slecht. Oh, we kunnen ook nou, moslim-eventen en. Ah nee, we hebben geen access aan Libanon zelfs. Ja. En Muslim als ze niet eventen. willen. Het enige Ja, wat je zou als ze kunnen dat doen niet willen, is. dan niet, maar we hebben geen access aan Libanon. Het enige dat je zou kunnen doen is. En werkt moslims in Libanon trouwens? Ik denk het niet. Nee, maar ik bedoel de moslims op de andere twee En en dan dan Teheran met in Libanon. Libanon, Ja, maar we oké, hebben geen nee. access aan. Nee. En plus, de Okay. enige reden om moslims nu nog te gebruiken. Oh ja, op deze beurt te gebruiken zou OPEC zijn. En OPEC is gespeeld. Hetgeen wat je dan wel kunt doen is Libië en Egypte.
en dan Libië nemen. En dat is zeker niet verkeerd. Maar ja, zoals het nu staat. Dus wat, volgende beurt, sorry. Ja, denk het wel. Zuidoost-Azië gaat zo slecht smaken. Ja. Maar ja, dat is wat het is. Heel veel kaarten in, en vrij veel blauwe. I don't like that. Europa staat er vrij belabberd voor op een rare manier. Dat we overal zo juist genoeg hebben, zeker in de west. De oostelijke delen. Ja, dat is niet zo uiteraard. erg bedoeld. Nee, het is niet dringend, maar het is iets dat we... Wel, zeker met dingen John Paul II. Dus paus. Dat we het gewoon niet uit het oog mogen verliezen. Ja, het is niet dat we... Nee. Dat een en af Nee. niet dus, Het is allemaal nog vrij in orde. Er zijn andere regio's die belangrijker zijn, helemaal mee eens. Centraal-Amerika. Yes. Che heeft vruchten afgeworpen. Dus ja, nu Uzuri. Of nog één beurt wachten. Het voordeel van Uzuri nu is, als er nog echt iets gebeurt, hebben moslims om nog tegen aan ja, te vallen. Repareren, ja. Ja. Dat nu doen, ja. Het voordeel van Uzuri te spelen is dat het eruit is. Ja. Nixon is natuurlijk ook nog wel, maar... Ah, zoveel blauwe kaarten die ik niet wil zien. Ja. Als Uzuri niet te erg is, aka Laos, Cambodja en iets breken, zou ik overwegen... Ah nee, Centraal-Amerika is juist gescoord. Ik was aan het overwegen om de snots... ja. Twee daar. En dan wat. Extra in Nigeria. Ja, tegen hier gebeurt. Israël is Ook, ook maar nog ja, een keer we hebben zelfs al realigned daar eigenlijk. Zeg. Ja, maar vooral Colonial Rearguards, denk ik. Ja, kun je Rearguards kunnen de realign breken ook. Ja, waar ga ik ze anders spelen, is de vraag. Egypte. Egypte is nooit een optie hier. Midden-Oosten nee, is gescoord, Sadat zit er nog in. Nee, dat zou ook zo Eden en Saudi dumpen ze. Ja. Maar... Ja, gewoon dan vind ik Nigeria beschermen tegen kolonials beter. Ja, ja, eens. Zo wat, ja, zo wat dubbel. Ja, we gaan toch ooit moeten Saudi pakken, zo, want ja, ja, maar we kunnen Saudi nemen met Muslim Revolutions. Wat gaan we anders met die ops doen? Ja, naar de option to... Kunnen we eigenlijk iets doen? Ja, twee in Venezuela, maar dat is ook zo abstract. Dit ook. Dit kan. Oh, dat kan ook. Ja, nee, is ook goed. Is ook goed. Ik ben het er wel mee eens. Dat is afstand. We hebben Afrika al Ja, maar Afrika Control is nog eens 4, nee, 3 punten extra. Ja, maar dat hadden we al, hè, voordat we die tijd... Nee, control. Twee punten extra. Het is één punt minder voor hen nu. Het is ook gewoon letterlijk de enige battleground dat we kunnen aanvallen die nog niet gescoord is. Behalve Venezuela. Maar Venezuela is lastig ja, om aan te maar vallen. Die kunnen niet aanvallen. Ja. We kunnen ze wel aanvallen, maar het is gewoon lastig. Maar ik ben het ook mee eens met deze. Ja. Gewoon hopen dat Midden-Oosten de... Pas in de late late war terugkomt. Ja, het is wel nog lang tot de late war, maar... Oh, wow. Maar goed, ooit zit er dan mijn hand zonder ops natuurlijk. Nee, dat is. Een ops rijke dagen. Allee. Ja, was wel te denken, want er is eigenlijk gewoon niks te doen met spel. Ja, dat Maleisië, was ik ook aan het denken.
Maleisië, Filipijnen. Hey, gunman. Anderzijds betekent dat Quagmire interessanter is. Ik denk niet dat er ooit een optie. Oh, wat is onze headline? Wat ligt er in de discard? Purge? Brush War? Brush War? Brush War is goed. En we kunnen, als we willen, West-Duitsland realignen. Wat een hele rare positie is, maar. EU. Zorgt ervoor dat Afrika enorm veel slechter is. Ja, wat hebben we qua headline anders? Latin American Death Squads is een mogelijkheid. Quagmire is de obvious choice, maar ja. Ja, Een als we goeie. nu Quagmire headlinen Flower Power stelt en. en salt hem op één. Dan salt het En liever op als één. er één keer in blijven, dan flower power realignen we hier, Ja, hè. ik kan het zien. Het voordeel is ook dat we dan een mogelijke coup op Thailand kunnen net lokken. Niet per se Ja, hetgene wat ik zou willen maar met doen. mijn één op overprotected, dat gaat niet Oh ja, en alle veel doen, denk ik. wel alle one-ups in Zuidoost-Azië. Ah ja, dat is ook wel Dat is iets. wel iets. Ik zou dat, ik, ja, ik zou zelfs durven salt in de headline gooien, maar ben mij bij de. Ja, ah, Wat maakt wel uit. Als we toch al u bij zegt. gaan. Ja, ik ging het dus zeggen, maar die volgorde dan moet ik. Ja, ik denk Want dat wat dit jij leuk voor. komt. Ja. Ja, je kunt het in uw volgorde doen of je kunt het omdraaien. Ja, maar ik denk dat dit dan beter is, want dan kunnen we nog van gedacht veranderen. Ja, Als ja. basis van hun headline gaat dit altijd een Ja. deftige headline zijn en dit niet. Ja, is goed. Ja. Tenzij dat die factors is, dan maakt het allemaal niet uit. Nee, defector is er De nog niet factor uit. zit er Ja, nog nee, in, de zit er nog factor in, zit er hè. nog in. Maar ja, dat kwart waar nog eens Is toe, beurt 2 uitgekomen. ja. Oeh, nuclear subs. En nu ben ik heel geïntrigeerd Ja. om Sal te spelen. En dan moeten we. Ja, ze kunnen hem niet verlagen. Exact. Dan is West-Duitsland echt wel aanlokkelijk, hè? Ja, we gaan ze Ja, natuurlijk tuurlijk, ja. Italië waarschijnlijk aanvallen. Maar ik ben het ermee eens met dit te doen. Ja, oké, okay, maar onder salt toch een min 1, Oh wel, dus. het is een min 1. Dus het is sowieso hetgeen wat we doen. Dus Vraag is, wat wat pakken we nemen we? terug? Purge, brush. Purge Purge gewoon hard, en gewoon ja. purge een volgende ronde spelen. Ja, dat kan ook. Ik ben daar ook geen Ja, niet maar van. Birch kan niet Ik veel ben doen er deze wel keer. van dat moet ik zeggen. Hoeveel cash Is had ik? Benelux pakken een optie om daarna echt heel achter je lijn? Of is dat waste of ops? Enkel als ze er in 3 keer blijven in vastzitten. Ja, maar sowieso denk ik niet dat we. Volgens mij heb ik ook geen access daar. Ja, Dus jawel, wie jawel, wist. met West-Duitsland. Ah, we zijn in West-Duitsland, ja, juist. Ja, oké, okay, maar ze zijn eruit. Ik zou gewoon realignen met flower power. Hè. Ja? Oké. Okay. Kom aan, dobbelsteentjes. Oké. Okay. Ah. Mooi. Kun je eens kijken hoeveel kaarten er. Het is nu toch wat alarmfase rood, denk ik, bij de Ja, USA. het enige is dat het nog lang duurt natuurlijk, maar er zijn ook niet veel scorings meer Maar intussen, hè, dus. ze gaan niet Ah, scoren ja, en naar oké, 20 okay, goeie voor geraken. hen. Ah, buiten deze, dus ah, we moeten ze ooit Kunt je eens tonen aan hoeveel doen. kaarten er weg zijn? Ja, dat kan. Oké, dan heb ik er gemist. Hoi. Kunt je snel gewoon discard tonen? Wat gaan ze hier doen? West-Duitsland vullen is toch een losing play voor hen? Ja. Nee, dat kan een lamsmattel worden voor West-Duitsland nu. Nee, maar we blijven realignen, hè. Dat is 1. Nice. En wat was de remove? Ah ja, nuclear subs. Ze kunnen de dingen niet naar beneden krijgen. Nee. Dus nu 2022 was de kaarten, hè, juist. Ja. Ja, perfect. De headline kaarten verlies ik het snelst uit het oog. Oh. Bon, onze hand is wel een beetje problematisch voor de rest. We hebben salt, dus we hebben twee goldkaarten, maar dit is niet echt geweldig.
Ja, OAS is niet het ergste, hè. Meesten is overbeschermd. Ja, dat is waar. Enkel Chili niet, en Chili is sowieso onbetantig. Maar De veel rest van de kleine wereld kaartjes heeft niet allemaal. toe, hè? Wat? Als je optimistisch wilt zijn, doet de rest van de wereld er niet veel toe als je West-Duitsland hebt. Ja, natuurlijk, maar terwijl er nog altijd al Het voordeel de is, ze gouden hebben Missile en Envy films niet. gaan waar ik in zie. Nou ja, zo. Ik heb wel China gekregen, dat is al iets. Benelux nemen is minder interessant. Gewoon vier ops daarin steken is waarschijnlijk te. Geven we het gewoon op, realignen we opnieuw. Wat zijn onze ideeën en opties? Denk gewoon die lijnen met twee of zo. Niet beter? Met purge erin rammen? Kan ook. Ja, we houden purge Ja, sowieso niet voor anders. volgende beurt. Als Dat is niet de je bedoeling. daarna realignt, dan heb je controle. Okay. Jee. Nog eens terug naar het topic: onze hand is slecht. East European Unrest is obviously slecht, maar wel herstelbaar. Dus dat is niet per se een Ja, dode maar kaart. bedoelt het is slecht om te opstrijden. Ja, nee, absoluut. Daarom dat ik aan het zien ben. Hey, cultural. Oké, gewoon twee erin nu. Ja. Het groen is wel hun subs, is echt niks aan het doen. Voilà. Dat is hetgene wat we nu aan het doen zijn, hè. Is dit het moment dat we Teheran toch eventen? Tuurlijk, volgens mij wel. Ja, de gunman is wel weg. Ja, zo. Het scheelt al. Oeh, kom op. Dank u. Goed, goed. EU in. Ik zou nog eens rammen, juist. Daar, ja, ik denk het wel. Ja, nu kunnen we EU. U gewoon erin Wel smijten. exact. Dat bedoel ik vanaf. En opnieuw, het voornaamste punt is. Ja, we moeten wel kijken wat gaan wij nog met middelops doen. Laatste jaar, maar. Dit is sowieso wat er gebeurt. Want we willen wel nog mil ops halen. Waarschijnlijk. Ja. Misschien eigenlijk zelfs niet zo nodig. Waarschijnlijk. Ze gaan waarschijnlijk iets Italië koeien in het laatste jaar. Waarschijnlijk. Maar ik denk dat als wij Thailand koeien of zo. Ja, maar met welke kaart? Want bedoel, ze hebben vast geen zo. Wij hebben ook geen grote meer, denk ik ook niet. Waar gaat Puppets naartoe van hun kant? En het is op mijn één, hè, dus. Oké, Teraan nu. Ja, trigger. Maar hun hand begint ook op te geraken, hè. Ah, het is onze laatste. Nee, no. Dit is niet onze laatste jaar, dit is onze voorlaatste, juist. Nee, ik bedoel hierna Ja. bedoel ik. Is Vulnerable nu beter als Realignen nog altijd? Of is Realignen te riskant? Ja, ik denk Realignen is beter qua. Realignen is beter qua. Ja, ik Qua had ze. stats gewonnen. Dus misschien moeten we wel gewoon Realignen, ja. Ja. Wat zijn de odds? Kijk eens. Want het probleem is, als we een slechte realignment krijgen en we geven een dominatie, zitten we er wel zwaar in. Ja, oké, okay, Die maar ja, dat kans is. bestaat ook. We geven geen dominatie. Ik bedoel. Ja, oké dan. Let's go. Nee, ik denk dat dan zijn beste shot is wel om er te geraken. Ja. Ik het ook. Voilà. Voilà. Dat is knapper gedaan. Ik zou niet Wacht. nog eens realignen daar. Ik denk dat dat te riskant is. Plus 3, ja. Het probleem is, we hebben het nu. Ja, we Ik kunnen denk niet dat ons. eigenlijk wel. Venezuela. Maar Maar we wel. realignen, wacht eens even, we realignen wel aan plus 1, 2, aan plus 4, hè? Plus 3, hè? Nee, wacht. Ja, nee, oké. Misschien is het niet slecht om toch ook gewoon te doen. Want plus 7 Overprotection. is ook eentje, hè? Ah Ja, nee, sorry, plus dat is 1, dan plus 1, 3. ja, Dat plus is 3. plus 3 in plaats van plus 2. Ja, nee, misschien dat het niet Ook slecht zo. is om dat toch te doen. Maar een Maar beetje. op zich, ze gaan hier nooit meer aanvallen, hè? Ze gaan altijd Nee, daar aanvallen of exact. En daar aanvallen. dat is het punt. Als ze eruit zijn, Dus kunnen ze dan niet. wordt het daar, hè, ja. Dan wordt het dat en ja, ik denk het ook. Ja, Venezuela. Ja. Dit is een 6-1, is hè? Oh, Hey! hallo.
Hey, die Anderzijds ook wel NOS is goed. niet meer Ja, en is Lone Gunman. En... Ja, we moeten gewoon nog koeien met Lone Gunman. Ja, want nu gaan zij koeien in Italië. Hmm. Oh, ze Ah, hebben enige scoring. scoring leggen. Een koe met Lone Gunman ergens, dat ze Italië niet Ja, kunnen koeien. de dip kan naar beneden nu, ja. Ja, en het Frans Panama komt eruit. is niet verkeerd. Ja, Servië Thailand, is nu maar dat is al. nu ook weer minder interessant. Ja. Libië. Ik zou voor Panama durven gaan. Mexico kan ook. Panama is het voordeel dat ze Denk dat minder. Libië relevanter is dan Panama nu. Het voordeel van Panama is dat ze niet naar Colombia kunnen gaan als het Dat is waar. succesvol is. Maar ja, Ja. Libië is meer kans op succes. Zeker met Salt is het sowieso een vrij lage kans op succes. Well, Panama is nooit succes. Oh. Goed genoeg. Nee. Had in Libië geweest, was beter geweest. Denk ik. Ja, voilà. Maar Ja, inderdaad, ene weg had ik liever in Libië dan in Panama, wel. maar We hadden nooit kans op echt succes in Panama, is het probleem. ja, dat is een zes. Maar. Nee, Ja, een 6 was ook ja. 0 geweest. Te laat Ja, maar gevallen. dat Ja, was. Niet beginnen over beschermen? sowieso. Maar nu Defcon naar beneden om Italië te beschermen. Ja. Om hier wel een paar punten kwijt. Ah, ze gaan ook maar 1 op 2 of zo. Wat een beurt. Hilarious. Maar Oké, okay, en wat een onze beurt. Also, scoring zit Sadat nog is altijd weg. in onze zoekplagen. Hey, Voice of America, bear trap. Socialist governments, om ze echt totaal uit te bonjouren, is een heel. Ja, Nee, dat is vooral goed als ze ons beginnen aanvallen. overall protection is nuttiger, dus Nee, sowieso, maar het hey, is goed. we als knot wel. Kijk, Ik denk dat dit de headline moet. ik zou durven als Knot einde van deze beurt spelen. Omdat het dan weg is en nooit kan terugkomen om Europa weg te gooien. Ja. Ja, dat is wel een goed punt. Ja. Ja. Maar wat, ik denk Oké, inderdaad, dit is de IT War is het deadline. enige dat we kunnen doen. Dat is slechte kaarten. Ik vind Puppets ambetant omdat dat een Europa access geeft. Ja, Griekenland-Turkije-achtig, maar veel gaat dat nu ook weer niet doen. Oh, ik ben totaal vergeten bij te houden wat de kaarten waren. Is gespeeld, is Ja, ik gespeeld. denk wel dat we gaan moeten trappen eigenlijk. Ah, wel, ik denk het ook. Maar we moeten zorgen Want dat Europa al beschermd die is. rommel hier. Ja. Ik Shit, hoop dat gaan we niet, wel hè. echt. Oeh. 90% voor staan of zo. Ik denk dat we 90% kans hebben om dit spel te winnen, als het niet meer Ah, is. wel, daarom dat we voor die 10% moeten rekenen dat dat niet gebeurt. Oh, Japan. Free ops. Nee, Oké, maar ik okay, ben. maar basically deze twee om te leggen, denk ik, en daarna moeten we trappen. Want we Ja, willen ik die twee zou. willen echt niet geven, want die zijn Nee. echt. Ik zou Socialist zwaar achter de hand houden. Omdat dat een manier is om ervoor te zorgen dat zij niet. Als ze ons aanvallen, dat we ze er terug makkelijk uit kunnen bonjouren. Tenzij dat ze ons aanvallen in Oost-Europa, maar daar gaan we ons in onmiddellijk. Well, we gaan eerst koeien Ja, maar ze gaan voor ons aanvallen Italië. in Oost-Europa eerder. Hè? Ja, Suez en de Gaulle is weg. Dus Frankrijk is Ja, ook niet oké, slecht. maar socialist En hier. Warschau is nog open. Ja. Ja, oké, dat wel. Warschau zit er nog in. Maar Dus. we hebben wel 10 ops om eerst Europa te beschermen. Hè? De laatste Hey, wat drie is dat dan die? kaarten. Dat is Japan. Komt goed mee. Zonde, ja, Inderdaad. zonde. Ops. Hey. Ja. Nope. Shit. We hebben Bah. ook niks geluk. We hebben ook niks geluk. Ja, cool, anders Italië Ja, beschermen cool. eerst. Panama? Ik denk het. Ja, Frans Dat zien het of iets logischste anders. is. Well, het is natuurlijk, we hebben Panama-kanaal. Kunnen ook hier. Ja, Ja, misschien. Libië is ook niet Misschien. verkeerd. Libië is ook niet Ja. verkeerd. Moeten we wel eens presence hebben daar ooit. Ooit zo, ja. Ja, maar Egypte kunnen we nemen, hè. Zoals Ja, Sadat. Nederlands. Ah, ja, Sadat is Sadat weg, is weg, juist. Sadat is weg. Ja, ik vind Libië niet verkeerd. Ja. Ja, dit kan ook. Ik vind Libië niet Nou, verkeerd. een Colombia-access wegdoen is nu misschien wel belangrijker. Ja, maar als we op Colombia focussen, dan oké, ja, whatever. Ja, is goed. Ja, als we nog altijd, als we dit kunnen scoren voor 8, ik bedoel, we moeten ook niet doodgaan aan wargames en Ah, zo. wel, nee, 100%, 100%. Dus het is wel belangrijk om nog iets te scoren van die dat we nu Wat hebben. doet je dan met beurt heb je Europa beschermen of zo? Ja. Ja. Kijk, dus we willen naar Venezuela. Panama gaan zij nemen. Bijna sowieso, denk ik.
We willen Europa beschermen. Als zij Europa nu niet aanvallen, wat hetgene is dat ik verwacht, is er iets heel grondig mis. Is er een moment dat we China spelen omdat Nixon nog around is? Deze beurt? Of zeggen we nee, we willen China houden tegen een of andere DEFCON? Er zitten geen DEFCONs meer in op dit moment, maar ja, ze kunnen terugkomen. Ik denk, ja, misschien moeten we China wel leggen. Kunnen we dan niet trappen als we China leggen? Misschien trap wel, gaat altijd. Ja, maar zeg cool, opmerkelijk. Zij hebben waarschijnlijk Afrika. Ik zou durven gewoon te spelen voor. Oh ja, als zij Afrika koen, hebben zij 5 en wij hebben ook 5. Nigeria bedoel ik. En zitten wij op een realignment positie. Hetzelfde met daar. Dus ik zou op dit moment Europa over beschermen. Nou, zo dringend is dan ook goed, nee. Jawel. Ik zou nu zorgen dat in West-Europa zeker gewoon 1 extra bij is of 2 extra bij. Ik weet ook niet met welke kaarten we dat gaan doen. Staat mij niet verkeerd. Maar... Het probleem is ook. Ja. Beter, we hebben geen goede kaart om te koepen, denk ik. Hè? Want dan moeten we minstens een 3 nee, inzetten. Nee, nee. Ik denk dat we die 3-3 kaarten. Ik of zou. Zelfs Ik vind. Nee, nee, West-Duitsland en Frankrijk zijn minder belangrijk, want we hebben socialisten op dit moment in onze handen. Het is de Oost-Europese landen die zeker erbij moeten. En ik zou die 2 extra nog in Venezuela durven zetten. Ja. Opnieuw, als we Frankrijk. Aanvallen met 2. Met meer dan 2 is ambetantig. Met 2. Zimbabwe kan ook, als we toch zeggen ze hebben Afrika. Nee, opnieuw, als je Nigeria koe, is dat nog geen ramp. Dan is het nog ja, oké, steeds. Maar dan hebben we betere realignments. We hebben nu al goede realignments. Ja, Denk oké, ik. maar. Ik denk dat ik dit weet niet hoe dat er oké maar is. is. Een beetje een oude opmerking, maar kunnen we Voice niet gewoon spelen? Ik denk dat je wint als je Europa beschermt, hè? En de enige manier dat zij Europa breken is met de paus, maar, denk ik. Nee, en opnieuw, ik denk een van de weinige dingen dat er wel als nog je kan beert gebeuren hebt, als je eigen beert hebt, zij spelen de paus en ze pakken Polen, ja. Ja, als we China leggen, zou ik niet meer beert hebben. Polen moet beter beschermd worden als we ons eigen gaan beert hebben. Dat is een feit dat zeker is. Dan moeten we er daar zitten staan. Dan niet kan Venezuela altijd, en dan inderdaad. Dat kan nog altijd. We hebben nog altijd socialist, we hebben nog altijd Aasknot. Ja, en we hebben er 3 geprobeerd. We gaan nu gewoon dit doen, hè? Ja, we hebben nog 9 opties om. Ja, we hebben ook nog puppets. Hè. Puppets kunnen we in theorie ook nog spelen. Is ambetant. Op zekere ja, hoogte, nee, dat maar... wordt. Nee, nee, maar nu dat Panama, nu dat ding genomen is. Dat is een, ja. Dus je geeft niet veel goed over, hè, met puppets. Zullen we die nog altijd. Ja. Maar ja, als we beert hebben, dan we die even achter de tand, zou ik denken. Je weet maar nooit of we ze nodig hebben. Ja, als we beert hebben eventen, dan gaat Voice erin en houden we, is dat voordat we Puppet spelen of gespeeld ja, hebben. Ja, voilà, dat bedoel ik, ja. Uiteraard. We houden 2 kaarten over deze beurt. Welke 2 kaarten houden we? We kunnen ook een kaart naar de ruimte sturen. Altijd belangrijk om te onthouden. Om te onthouden, worden. Voice naar de volgende beurt. Maar Voice is niet zo belangrijk in Europa, want Voice raakt niet in Europa. Beartrap houden sowieso. Ja? Want dat is nog een manier om te verliezen, hè, als zij beartrappen. En we blijven er een hele beurt in zitten of zo. Feit. Dus die zou ik houden door de reshuffle. Dan zou ik Voice ook dan een van die stomme one-ups waarschijnlijk. Is dit het moment? Ja, een OAS waarschijnlijk. Panama kunnen we makkelijk verdedigen. En dan space, we voice, geven we puppet. Ja, ja, ja. Ja, ik denk dat dat geven is. We als knop. Ja. En geven we Panama. Ja. Cuban Missile Crisis voor de coup. Nigeria. Oeh, nee. Venezuela. Oké, dat is goed. Dat is goed. Dat betekent dat ze waarschijnlijk Afrika niet hebben. Ik weet het niet. Is dit gewoon space voice? Nee, er is nog te veel te doen, denk ik. Dan socialist om Frankrijk en Italië en West-Duitsland te beschermen. Gewoon Venezuela pakken? We hebben de ops niet om Venezuela te pakken. Welke ops gaat je halen om Venezuela te pakken? Ja, ik ben socialist, maar... Ja, nee, ik denk Europa moeten we nog extra beschermen. Alles moet 1 extra.
En Polen 2. Liefst, maar ja. Ja. Ik vind socialist goed om achter de hand te houden, maar. 6. We hebben dan nog 6 nodig in mijn ogen in Europa. Het punt is, een van de vragen is, als Panama willen we nu niet meteen spelen, want we willen dat zij Venezuela pakken, juist? Ja, Dus spelen we nu puppets? ja. Of Of we vragen nu gewoon Panama in Venezuela. ja, dat mag ook. Ja. Dat kan ook. Maar dan, ja, dat is ook weer zo'n empty Ja, round. zolang dat we socialist vasthouden, kunnen ze Frankrijk niet aanvallen. Ja, maar ik zou wel sowieso, ik zou het willen overbeschermen. Ook al Ja, we hebben gaan we het over socialist. beschermen, maar ze gaan nu. Welke optie? Ah, ja, zijn er ook nog grote optiekaarten? We hebben er zoveel gehad. NORAD, ABM, Cuban Missile Crisis hebben we juist gezien. Arms Race, Alliance for Progress. Dat is toch nog wel wat. OS spelen nu? Als ze, dan kunnen we makkelijker realignen nog. Als we dat nu doen, voordat ze Venezuela OS gaat in pakken. Brazilië. Ah ja, zo, en Ja. dan realignen. Ja, dat Realignen is met wel een iets. plus 2. Ja, oké, is Ja. goed. Let's go. Dan zijn we er vanaf. Het zou mij verbazen moesten ze Chili nemen. En zowel Brazilië als Argentinië zijn overbeschermd. Maar ik verwacht 2 in Brazilië. Of 1 in Brazilië, 1 in Venezuela. Of misschien Panama in Brazilië. Of Brazilië en Argentinië, Brazilië en Chili. Zoiets. Kan ook dat ze Venezuela pakken, maar Maar dan hebben ze geen ops. Dan willen ze hun volgende beurt niet gebruiken om ops te spelen. En dan is het inderdaad Brazilië-Venezuela. Dat gaat zeker ook. Chili-Venezuela. Ze willen in access aan Venezuela houden, denk ik. En Chili is ambetant. Allende is wel weg, maar het Ja, dat blijft. breekt tenminste. Nou, welke kaart heb ik? Speelt weer een punt. Straks zei iemand dat Sadat weg was, maar die zit in de discard, zeg. Ik weet niet in de Ja, die ring. zit in Ja, de ja. discard, Ja, maar. die word ik nu niet meer gewend in de midfielder. Maar Ja, dus. dat Dus hoeft ja, verder die kan niet. nog terugkomen, maar. Panama. Zou je de realignen? Ik zou gewoon geen in Frankrijk steken. Maar we zijn altijd socialist en er zijn geen vier op buiten EBM, maar. Ze gaan nu niet Frankrijk aanvallen, denk ik. Ze Nou, gaan nu ja. gewoon dit doen, dus. Ja, oké. Bijna. Niet geweldig, maar. Oké, ik moet 1 seconde weg. Ik luister nog wel, maar ik zet me even op mute. Rearguards moeten ook wel nog komen. Nixon. EBM. Jullie horen mij niet meer, hè? Juist. Check, check. 3, 2, 1. Oké, okay, nu dat ze deze gepakt hebben, kunnen we Panama leggen. Ah, dat is hier. Misschien Angola terugnemen met Panama. Ja. Ja. Ja, dan hebben we terug dominantie in Afrika. Ja. Zouden wij nog niet? Dit doen. Waarom zou je daar eentje zetten? Nee, sorry. Nee, dat is veel bedoel ik dan. Oké. Maar ik zal het misschien eerst laten niet bent zetten. Want ja, ik bedoelde gewoon, ze gaan access hebben hier, maar. Ik zou beginnen met Frankrijk, Polen, maar goed.
Ja, maar ze gaan met puppets gaan ze hier access hebben, hè? Dus moet Italië ook. Ja, dat is wel. Oké. Okay. Ze hebben Colonials gespeeld en dan Liberation Theology naar de ruimte. Moet je om jezelf te beertrappen of niet? Nee, dat zou ik nu niet meer doen. Beertrap holden we. Ja, en geven we als knot dan wel op. Ik denk niet dat ze scoring hebben. Ik denk niet dat ze Zuid-Amerika hebben. Ik denk niet dat ze Afrika hebben. Dus Afrika hebben, ja. Plus, ik zou het fijn vinden om als knot eruit te halen voordat. Ja, ja, dit gaan we sowieso moeten geven. Dus. Ja, ja. Dat heb ik allemaal gespeeld. En dat gaat Frankrijk-Italië moeten zijn. Ja, Italië sowieso. Maar ja, ik denk hun weg hieruit is scoringkaarten. Als zij de juiste, als Azië en Midden-Oosten eruit krijgen, en als knot. En als knot om Afrika en Zuid-Amerika weg te bonjouren. Hoeveel kaarten zitten er nog in de discard? 12. Wow, in de draw, whatever. 37. Ja, maar ik zeg vrij zeker dat ze Afrika vast hebben en gaan houden tot laatste. Dus ja. Misschien moeten we gewoon die twee houden en deze space. Ja, Voice gaat sowieso naar de ruimte. Ja, dan is het misschien niet slecht om die twee te houden. Mijn voornaamste punt met als knot niet te houden is het feit dat dan. Het sowieso niet gebruikt kan worden om Europa weg te gooien. Maar, ja. Ja, oké, maar dat is ook het enige. We geven hem die weg. Ja, ik had dan. We hebben beter op hoogte, dus er kan geen situatie zijn dat we verplicht worden om als knot te geven. We kunnen altijd bertrappen als het nodig is. Ja, en bertrap is ook altijd heel goed, laatste AR, als we toch een kaart zouden hebben die ons onbedingt de das zou omdraaien in volgende beurten. Hoeveel kaarten waren in discard en removed? Ja, dat is puppets en shuttle. Oké, ja, perfect. Een klein beetje sneller moet misschien. Ja, we zitten vrij egaal met hen. Het is een moeilijke beurt. Sowieso. Ja, goed. Het zou mij verbazen, moesten ze niet naar Griekenland en of Turkije gaan. En of. Hebben we nog op zo'n presence te pakken in het Middle East? Want dat is toch wel veel punten. We kunnen waarschijnlijk wel één in Egypte plaatsen. Ja. Dat is waarschijnlijk geen slecht gedacht. Eén Egypte, ja. Één Italië nu ofzo. Ah, fuck. Ja, dat is oké. Okay. Ja, zie dat is Afrika. Maar als zij Afrika. Ja. Ja, moet ik koeien, hè. Ja. Ja, moet wel koeien. Ja. We hebben socialist. Socialist is nu ook goed, want je haalt ze uit Griekenland. Als ze daar niet op spelen. Benelux heeft geen access aan Frankrijk, hè? Zo nee. Kunnen ze uit UK smijten ook, dus. Maar. Ja, ze zitten in West-Duitsland. Ja, goed, ik weet het al. Ja, ik zou gewoon voice naar de ruimte gooien. Als ze Afrika scoren, kunnen we als knot spelen, hè? Nee? Nee, want we hebben Zuid-Amerika ook nog, hè? Die we niet willen. Ja, maar dan spelen ze die. Dan hebben ze twee scoringkaarten, dan moeten ze één. Ja, dat is waar. En kunnen, we combinatie, kunnen we een combinatie doen met. Hoe staat Afrika ervoor? Mag ik eens kijken? Nee, het is één. Het is evenveel. 6-6. Wel, kunnen we Europa beginnen verdedigen en toch eentje droppen? Nog in Afrika? Nee. We hebben geen eens. Er schiet niks over met één. Nou, dan moet ik Tunesië pakken. En dat laat ons zeer. Nee, dat denk ik. Wauw, dat gaat wel, daar niet van. Maar dan koeien ze. Dan moeten we niet Tunesië pakken, maar Ivory Coast, want dan koeien ze Sahara States. Ja. Ja, ik denk dat we niet de focus van het spel moeten vergeten. Wel, ik zou niet durven voice naar de ruimte te gooien. Dat is zoiets. Ja, we moeten nog altijd op. Dat de wargames ook natuurlijk. Ik weet het. Maar ja, opnieuw dat Afrika is niet. Komen, hè?
Afrika is Dus niet meer in en Zuid-Amerika is niet Zuid-Amerika verder. komt er nog uit. Ja, Wargames is wel waar, inderdaad. Ja, Ja, Wargames is Gunta en zeker. IBM. Gunta en IBM moeten nog komen, hè. Dus Ah, Zuid-Amerika is echt niet veilig, hè. vet. En Maar wat Afrika is stelt nog jij op. dan voor? Ja, ik zou dit durven doen eigenlijk. Ja, oké. Dat is goed voor mij. Zeg eens wat dat er nog allemaal komt. CRT, hoe is dat? Defectors, Niks. Jean-Paul, Ja. Nixon, Special Ah, zo. Relations, hey, daar is Jean-Paul. Het is een shampoo. Alliance for Progress. Ik zou durven Asknot opgeven. Ik weet dat het een heavy tell is. Het alternatief is Bear Trap, gewoon een vraagteken. Ja, ik stem voor Asknot dan. Voice kunnen we niet spelen nu. En dan nemen ze Beertrap kan ook Afrika. wel. Beertrap kan nu, ja. Ik heb zo het gevoel. Ja. Ik vind Bertrap wel beter Oké. eigenlijk. Okay. Ja, Ja. ik ben het mee eens dat ze waarschijnlijk Afrika hebben. Maar. Zo dan. Ja. Ja. Wat een raar spel. Ja, dat is waar. Ah, Frankrijk is niet overprotected. Nee, West-Duitsland is maar. niet overprotected. Er zit natuurlijk nog de Reformer in en bla bla bla. Italië is gelukkig wel overprotected. En als ze Afrika hebben, is dat inderdaad wel een hele goeie. En dat zou ik of nog gewoon terugkrijgen ook. Dat is waar. Maar ja, de Iron Lady zit er ook in. Die zou ook roet in dat eten kunnen gooien. Ja, oké. Maar eigenlijk, ik bedoel, volgende beurt nog niet, hè. Ja, vet, vet, vet. Defcon 5. Nou, dat is toch niet de scoring. Nee, Oké, ik heb zeg. gezegd, als knot. Missile is ook nog achter, denk ik, hè. Toch? Sorry? Missile is nog achter, denk ik, hè. Nee, missel is Missile gespeeld. is geweest, nee. Hebben Oké. wij Japan afgegeven. Ze hebben ABM, Summit. Zuid-Amerika, Junta, Arms Nixon, Race. Arms. Cambridge vraag je Defcon erbij. moet naar beneden, hè? Dat kan met of EBM of met Summit. Summit is. Dat Gaan we kan niet met doen. Summit. Gaan we niet doen. Ik vind Daar zijn we weer. ABM goed. Ja, EBM kunt je, ja, dat is, ja, dat kunt je kopen. Waarom moet Defcon eigenlijk naar beneden? Even, Dat is. om Italië niet Nou, we kopen. zijn, ja, we zijn We zijn naar in de vijf trap. gegaan. Ja. Ja, we zijn in de trap vooral, als ik Ja, dat ook, dat ook. het. Nee, ABM. Ik denk niet dat we. Ja, Summit is de klant dat te klein dat we succesvol zijn. is wel veel cooler. Zwijg Ja. jij. wat doe je dan met IBM? En als je dan tegen Cool Defectors Venezuela. loopt. Dan... Cool Panama. Ja, Zou Defectors je is hier altijd een doen? mogelijkheid. Het Zou je hier alternatief al is Central America scoring spelen of Afrika scoring spelen. Maar Central America is dan waarschijnlijk beter. Defectors, ja, ze hebben wel defectors, hè. Maar ze hebben ook Ah ja, ze junta. hebben defectors. Oh. Ah, hebben ze defectors vast nu? Ja, ze hebben defectors. Smoking my bones. Ik weet het niet. Cambridge 5 is niet verkeerd. Ze weten dat we IBM hebben natuurlijk. Wel, Goed. dat is de mind game. Maar toen ik zei, en dan eentje in Venezuela. Dat is niet echt. Nou ja, counter een lekkere groente misschien nog. Wel, Ja, gezellig. het is dat, hè. Ja, Warschau. Ja, moeten we overprotecten. Ja, we zijn hier tijd aan het verliezen. We moeten een beslissing Kunnen maken. nog IBM en één in Frankrijk en één in Italië? Nee, maar dit is de vraag: gaan ze Defector spelen of niet? Ja, tuurlijk. Als ze geen Defector spelen, is ABM perfect. Maar ik vermoed dat Oké, okay, ze. maar dan Summit, hè. Ja, Ja. oké, okay, let's go. Roll the dice. Hoppla. Oh my god. South America. Oula. Yes. Dus nu gaan zij Italië koeën. Ja. En hopelijk. Altijd
Dat drie op wel. Dan kunnen wij nog terugkoeien als moeten. Ja. Ja, maar het hangt er vanaf hoeveel het is. Hè. De kans is groot dat het efficiënter is om gewoon opzend te steken. Jezus Christus. Echt of wat? IBM realignen? Dat is ook niet alles, hè? Nee, dat is niet zo. Nee, dat moet ook komen. Ik denk dat we dat laten voor. Of. Wacht, zo is de odds. Ik wil eens kijken. Ja, het ja, dit is hetzelfde, hè? Het is 5 of 6. 5 of 6. Hmm. I don't like that enough. No. Ik zal het niet doen. Nee, we hebben niet veel ops, maar... We kunnen... Jij kan dat doen of niet? Oké, dan... Mexico komen met dit of zo? Ja, of Panama, één van de twee. Ja, we kunnen ook gewoon ze hier Panama, doen. Ja. Maar dit was de eerste beweging voor mijn lies. Of... Ik zou nu iets met Warschau koeien. Ik vrees. Ja, af, Europa ja. Moeten we opgeven, spijtig genoeg. Met Mexico koeien met de Lions, hè? Ja, dat is goed. Dat is goed. Ja. Wat toch? Ja, ik van ja. Oh jezus. Het voordeel is, we kunnen nu Central America scoren voor veel punten, als zij niks doen. Ja, of Panama pakken, hè? Ja, of Panama pakken. Inderdaad. De kans is groot dat zij nu Nigeria koeien. Aangezien ze weten dat we ja, Afrika hebben. Ja. Wij kunnen Panama nemen met Warschau. Zijn nog veel waard extra? Ja. Als controle. En een battleground. Kijk eens. Dat is 3 extra punten. Dat is 3, ja. Ik vind dat niet verkeerd. Junta is natuurlijk wel nog achter. Dan hebben zij in hun hand. Dus misschien beter om meteen Central America gewoon te spelen. Wel, ja, de kans bestaat dat ze niet als goed. Ze ook dat wel gebruiken, moeten ze het nu doen, hè, want drie lines hebben ze nu. Dus, nee, dat is waar. Met de twee ops komen ze er ook niet. Het kan er zijn dat ze gewoon Afrika koeien, maar dan kunnen we straks nog terugkoeien met ABN. Kan het special? Ja, inderdaad. Central America scoren. Nee, eerst pakken, hè? Nee, ze hebben Junta. En dan? Wel, dan geraken ze gewoon terug ergens in. Nu is het... Dan krijgen ze presence erbij. Geen presence. Dat is dan weer één. Ik denk dat het beter is om het nu gewoon te scoren. En dan ABM te gebruiken om... Nee? Ja, dat denk ik ook. Ik denk, we hebben te veel actie rond... Nu 3 opschrijven en misschien minder... En niet meer punten maken in Centraal-Amerika. Ik zou het ook nu dumpen. Of we moeten... Maar als we een groente moeten gebruiken voor 2 ops in Honduras of Haiti, dan dat is toch goed? Ja, één seconde zij kwestie. Angola ziet er slecht uit. Misschien dat nu gewoon de moment is dat we ABM in Zaire moeten gooien. Ja, dat is waar. Ja, dat is wel een goed punt. Oké, dan moeten we dat doen. Het is wel 6, maar oké. Play event. Ja, maar het moet er maar uit geraken, hè. Oh, jezus. Die ABM was slecht geweest. Oké, hier te spelen. Dus volgende punt. Zeggen, wat hebben ze nu? Junta, SV, Nixon, Arms ook nog? Junta, Nixon, NORAD, Arms Race en South America scoring. En NORAD, ja. Dat is zo. Dus we weten 5 van de 6. Ja. Ja, want Flower Power was een redraw. Zij weten, denk ik, al onze... En ze gaan Afrika flippen. Ja, dat is te verwachten, hè. We hebben Afrika scoring. Is dit een coup op Cameroen? Coup op... Botswana is zo moe. Oh, ja, man. Of gewoon hier eentje, nee, of 2, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, gewoon eentje van één koe, hè. Ja, het voordeel van een koe op Cameroen is, als het succesvol is, zit het ja, Nigeria maar, in een moeilijkheid, maar ja, nee, dat is goed. Nee, dat is goed. Oh man. Hadden we die 5 daarnet gehad? Mm-hmm. Maar we hebben China.
Ze hebben wel niks om, dus ja, volgens mij gaan ze waarschijnlijk gebruiken om China terug te nemen. Maar toch. Niet vergeten dat we twee scorings hebben. Nee, ik weet het. We Ze zijn weten niet buitenuit. van Central America, maar. Dus ik vermoed dat zij nu ofwel de realign in Angola proberen. Maar het is zoals gezegd, het is heel veel ops om door te geraken. Maar met drie ops gaat het waarschijnlijk er wel geraken. Denk ik dan. We hebben ook nog iets nodig in Middle East, hè? Ja, maar het zal niet gebeuren deze beurt. Hè. Nee, 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 nee. Ja, die wist ik niet. Ja, Ja, daar. oké, dan Oh. hier. Kunnen we nu Panama nog opnemen? Nee, 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 nee. Dat is sowieso niet de tijd. Dat is waar. Ja. Nou, moet dit Ja, zijn, ja, hè? ja, ja, ja. Oh, het moet niet. Maar waarschijnlijk wel correct. Oh, dat is zo jammer dat IBM een 1 gegooid had. Zelfs een 2 was infinitief Vooral jammer dat beter ze zes geweest. hadden. Ja, dat zijn twee zeer ongelukkige zaken die dit spel echt nog wel een andere richting op aan het sturen zijn. Dat is zeer spijtig. Ja, als Knot vorige beurt gebruikt hadden, hadden we nu Ja, niet meer maar ja. vast. Dat is de Maar ja, kans dat er geen ze hadden scoren. het niet weggegooid, hè. Ze hadden How I Learned bijgehouden sowieso. Misschien dat ze nog iets anders hadden. Niks in voor het event, wie had dat verwacht? Is dit nog een laatste coup in Warschau? Een koe op dat eentje in Afrika. Om hen te dwingen. Terug de koe. Iets te doen, ja. Ja, Ja. het is zo wat enige dat we doen, hè, juist. Denk het. Tenzij dat we in Zuid-Amerika nog iets extra willen doen, maar ik denk niet dat dat de moeite is. Ze zijn moeten nog Zuid-Amerika scoren en Ja. punten hebben ze nog. Ja, dat is het nadeel. Misschien moeten we Punta nu in gewoon. Uruguay. Misschien moeten we nu gewoon. Ja, maar. Ik denk als ze Gunta gebruiken, hebben we Afrika. Juist? Want ze hebben ook nog twee Ja. beurten, hè? Ik ga even aan het denken, wat gebeurt als we iets pakken? Ja, dit is waarschijnlijk goed. I can. Ja, dit En is. dan gaan ze Gunta daar, Koe daar. Dat is ook Waarschijnlijk. niet geweldig. Ja, nee, dat is inderdaad ook niet geweldig. Gewoon twee in. Pff. Schwierig. Afrika scoring, zodat we met Warschau kunnen Gunta tegen counteren. Dan geef je Afrika op. Dat is wel 4, 5. Ja, moet wel inderdaad. Maar 4. Met name Zuid-Amerika terug. Ja, Dan kunnen we zal niet Zuid-Amerika iets worden. meer garanderen. Ja, anders gaan we niet scoren tegen de Fontein. Wel, het is dat. Moeten we eraan denken dat ze nog altijd Arms Race gaan hebben volgende beurt. Dus dat Ja, we die nu mogen geven. maar de kans dat ze nu Gunta niet spelen is ook zeer minim. Denk ik dan. Ja, twee onfortuinlijke rollen na elkaar. Ja, Mexico was dan wel goed, maar. Ja, misschien toch ballsy geweest zijn. Toch ABM in Europa gooien. Maar ja, dan ziet je dan krijg je ooit geen 1 en dan denk je ook van je hoop. Oké, tijdsgewijs zitten we aan de lage kant, maar wel degelijk. Ik denk dat we in het vorige spel lager stonden. Denk ik het niet. Op dit moment. Het is wel echt laagste. Het vorige spel was ook laag. Nou, kan zijn. Oké. N'importe. Gewoon degelijk doordoen. En zien wat er gebeurt. Kijk eens wat de kaartstand is. Ik heb 36-8. Dus je hebt waarschijnlijk 35-8. Ja, dat is shuttle diplomatie dat raar doet. Dus dat zou moeten kloppen. Maar we weten exact welke kaarten zijn. Spijtig van Afrika. Maar ja, soms. En die zijn, zeg het nog eens, Arms Race, Zuid-Amerika. Gunta, NORAD en South America En Scoring. Gunta.
En Kunta. Ja. Ja. Arms race, Junta, Norad, Zuid-Amerika's koning. Ik dus wel. En als we Reformer krijgen, kunnen we Italië nog steeds aanvallen. Ja. Of Of Prush. socialist governments of Wel, zijn Irene nog, Toe. wel, er Of zijn nog wat Prush. dingen die het mogelijk maken. Als zij Zuid-Amerika laten voor wat het is, of als we een spare op hebben, zou ik wel kijken dat we in het Oosten toch iets van presence hebben. Ja, ik weet het. Hoeveel is dat nu, die scoring, by the way? Zeven. Zuid-Amerika? Of... Nou, zeven, ja. Ja. Allemaal zo groot. Ja, het grootste nadeel is dat de positieve scorings voor hen er nog in zitten. Wel, wij krijgen nu wel Ja. Zuid-Amerika. En Europa zit er natuurlijk ook nog in voor ons. Dus ja, maar in Midden-Oosten gaan we nog serieus voor vechten. Mijn nost is al niet zo groot om te zijn. Ik ga door presence hebben. Hoeveel geeft dat? 3 extra? Presence is 3 daar, dus dat is nu Dus die heeft 7, dus dat wordt 4, dan ja. 3, dus dat Oké, is okay, dat ja, wel. dat is wel. Als dat gaat wel terugkomen natuurlijk. Ja, Ja, dat is het ergens ooit. Ja, het probleem. Ja. zijn veel kaarten. Je moet zelfs niet eruit komen. Maar ja, als het wel zo is, dan is het zo. En hetzelfde Tenzij kunnen ze we een zeggen overhand voor. tank of een magnum te gaan doen. Ja, ik denk dat dat het voornaamste punt is. Willen we Junta gebruiken om hier te doen? Scoren we het gewoon zodat we kunnen reageren op whatever dat zij doen? Maar ze kunnen niks doen, dus moeten ze Ze toch kunnen gewoon weinig doen. Zuid-Amerika's scoring leggen, denk ik. Ja, hetgene wat je met Junta kunt doen is Uruguay gaan en dan een coup op Uruguay. Dat is het waarschijnlijk het beste dat je kunt doen. Oké, maar dan pakken we Colombia. Wel, In het ergste geval. het is een lose-lose situatie. Ik denk dat ze gewoon de scoring moeten leggen. Het nadeel is natuurlijk wel, zij hebben China in hun handen. Er zijn wel wat kaarten Ja, het waar is ze wel, dat dan doen. als zij de scoring leggen, dan leg je alsnog. Nou, Want ze hebben het gaat toch weer feit. allemaal vast. Maar de kans dat zij de scoring leggen is toch klein. Ja, nee, dat is natuurlijk een reden om niet te doen. Het voornaamste probleem met Junta niet te spelen is dat centraal ook gescoord is. Ja, oké, okay, maar kunnen we dat gebruiken als Defcon Ja, dat is wel waar. Dat is nog natuurlijk iets. En dat is een belangrijk punt in als de er boot. Brazilië mee pakken, dan scheelt het wel serieus voor final scoring. Ja. Oh man, wat een spel. Ja. Ja, we krijgen Reformer en dan krijgen we Glasnost en dan komt dat allemaal in de chakos. Reformer zou echt wel fijn zijn. Zij weten Warschau niet, denk ik, of Jawel, wel? jawel, jawel. Jawel, oké. Okay. Kijk eens na. Ik ben geen 100% van. Ja, kijk, bij de derde beurt, hè. Daar is uitgekomen. Nee, dus 1 en 2. Hadden die op 1. Ja, dus ze wisten nog wel van. Ja, het gaat erom Dat of ik dat hem in de midden waren, maar we selecten met hem niet. nee, vrij Ja. zeker dat die in de midwar, hebben die niet hadden in de midwar. Oké, Oké, als knot. okay. Ja. Nu hopen dat ze er twee weg doen en dan zowel Europa als het Midden-Oosten krijgen. Pak kunnen gewoon Saudi. vind ik geen slecht gedacht. Ja. Peter? Ja. Pakken we Saudi? Ah, sorry, ja.
Ik wacht altijd dat er iets gebeurt en ik vind dat zo irritant dat het spel niet zegt. Dus, ja. Ik heb nooit door dat ze gepast hebben, dat echt altijd. Oké, ik kom te houden dat ik nog eens tegen u speel. Ja, als ik ineens 5 minuten Dus zo snel niet. mogelijk passen dat het niet, dat het lijkt alsof we iets aan het wachten zijn. Nou, drie tegen de flush, maar ik laat Verdedigen. mij altijd proberen als iemand. Hey, Star Wargames. Wars. Oeh, Wargames. Hebben we genoeg? Ergens? We Wargames. Will Bury You geeft ons 3. Maar dat zit de rest. Dit zijn ook wel goede. Verdomme, spelers. Iron Lady is niet per se iets dat we willen spelen. Star Wars is iets dat we zeker niet willen spelen. Maar dat kunnen we spacen en zien of dat nodig is. Ja, Teardown. Oh, fuck. Zowel Star Wars als Teardown This Wall. Wat zit er in de Discord? Al genoeg, hè? Summit, ABM, ja, dat is genoeg om letaal te zijn. Ja, misschien niet zo. I mean, Iranian is nooit slecht, juist. Ik denk het. Ja, ik denk dat we een van die Midden-Oosten kaarten moeten headlinen. Iranian, ja, zeker. Oh man, nee, maar we moeten nu serieus even Defcon denken. Wat doen we als we terrorisme tegen ons gespeeld krijgen? Is dit Tear Down This Wall Dat is niet erg. spacen? Ja, Star Ah. Wars. Star Wars vernielt ons. Zit Summit ook nog in. Dus het is sowieso al. En als we de Ja, ik space kan niet er niet halen. veel aan doen, toch? Ja, ik weet het, ik weet het. Maar ja, speel Marine Ik Baractive, bedoel, Iranian. oké, als het ja, oké, dan moeten we ten één Star Wars leggen waarschijnlijk of zoiets, maar ja. Ja, nee, dat is waar, dat is waar. Misschien verandert niet echt iets. Wel Het is aan wind. de headline hier, zo. En daar Gunta, dat is dingen terecht, hè. We will bury you in Brazilië en één in Egypte of één in Israël, zoiets. Ja, ik ben niet zeker van die laatste. Ik wil dat we dit gaan doen. Oh ja, Egypte. Egypte gaat, Israël gaat ook, dan hebben we access aan Libanon als we Marine Barracks willen spelen. Ja, dat kan wel. Oké, Jullie mochten de gaten halen, dat is wel. Sorry? ja. Gewoon Ja, terugpakken? mee eens. Hier zit wat tussen hamer en aanbeeld in de zin van. Aan de ene kant wil ik Tear Down This Wall spacen. En Ah, dat zit kak. altijd. Ja. Daarom ben ik content dat we naar Israël zijn gegaan. Oh Ja, ja. Ja. is goed. Ik blijven voorgaan. Ja, Israël is nu belangrijk, hè. Het probleem is, Star Wars is op dit moment niet. Nee, is niet waar, Gunta zit erin. Oké, Star Wars is sowieso dodelijk. Dus we moeten Tear Down This Wall naar de lucht gooien, juist. Pakken we Syrië. Wacht, waarom Terda en niet Star Wars?
Omdat Teardown sowieso dood is en Star Wars ook. Ja, dus het maakt niet veel uit. Het voordeel van Star Wars is als Teardown. Worden, Ja, maar als Teardown succesvol naar de ruimte is gegaan, is Star Wars niets meer waard. Is zo te domme. Maar ja, het is dubbel. ja, ik denk dat gewoon gepurged worden riskanter is. Ja, niet eens. Ja, is het toch gefaald. Hostage hebben gespeeld. Iron Lady. Tyrann is wel. Wat gaan we nog doen deze beurt? Is precies op. Ja, het is. Geen ruimte. Afrika zit nog steeds in een slechte positie. Geen flauw idee wat we daaraan doen. Syrië nemen is geen verkeerd punt. Ah, moeten we dat doen? Israël is ook niet verkeerd. Ja, een coup in Afrika, uiteraard. Botswana is een heel mooie coup als die lukt. Ja, moeten dan deze hier beschermen. Wel. Dat En dan is wel. vallen we Zuid-Afrika ook aan. Warschau in Botswana? Hoewel Cameroen is beter, denk ik. Dan trekken wij Ah ja, dit. dan is Zaire. Ja, Deze heeft toch zes is goed. broers. Goed. Dan Let's go. deze of. Warschau. Ze hebben nog altijd arms race vast, juist. Ja. Ja. Juist. Altijd maar justicus. Ja, ik vermoed dat ze nu toch een tegenkoe gaan doen, exact daar. Ja. Moeten we in Europa wat verdedigen? Al is het maar dat ze niet zowel Frankrijk als Polen aanvallen. Nee. Oké. Dat kan, nee. Dat is te moeilijk gewoon. Ik wil nog steeds. Oh, ze hebben Nou, Peugeot. fuck. Oh man. Stommerikken. Dag Angola. We hadden Teardown this war. We hadden dinges moeten spelen. Ja, dan We hadden Will we nu Bury kunnen You. worden. Wat? Als we Will Bury You gespeeld hadden voor het event in de headline. Maar dat is wat het is. Dat zou trouwens in de grond ook niet zo kunnen doen. Maar. Iron Lady, Syrië 1, Israël. Of gewoon alles in Syrië. Alles in Israël. Die is Ja, nog ze binnen. moeten. Ik zou dan eerder toch alles in Israël zetten, hè? We hebben geen dominaties. Ja, dat kan. We hebben geen dominatie en Jordan en Syrië is basically hetzelfde. Dus we kunnen niet allebei pakken om dat zo te doen. Juist. Niet helemaal nee, maar oké. Dit gewoon dan? Ja, en we hebben toch geen dominatie met Syrië, want Shuttle is nog in effect. Nee. Oké. Kunnen we Azië aanvallen? Nee. Nee, dat Moeilijk, staat er moeilijk. wel. Ze hebben ook China nog steeds vast. En we hebben niet half genoeg landen om iets te doen. En zonder brushwar komen we toch nergens. Dus nee. India kunnen we op een bepaald moment wel een hak zetten. En daarin gaan. Ja, maar ze hebben nog altijd meer bellen gehad. Dat is met de berekening is Ja, niet met shuttles gewoon, maar anders niet. goed. Nee, gewoon, het is 4-2, dus enkel Wel, dan breken is is. niet genoeg. Enkel breken is niet genoeg. Ja, nee, dat is waar. Het overpakken gaan we niet direct doen. We kunnen nu arms spelen, ja. Ja, vet. Koe? Ik zou, ik bedoel. Koe is niet verkeerd. Sudan geeft ons access aan Egypte. Nou, dat maakt niet echt veel uit. Maar we kunnen ook, wacht, dit is wel een domme. Nee. Ah ja, toch wel. Ja, want het is dan 3 tegen 2. Oh, sorry. Nou, wat 1 Polen. 1 in de Korea's. Korea is, ik zou 1 van de Korea's wel. Maar die doen niks. Dat verliezen we toch. Ja, het zijn punten. Deze is nog Ja, belangrijker. dat is dan belangrijker. Wel. Maar ook niet echt, want. Oké, ja, een beetje. Ja, een beetje. Voor Uiteindelijk. mij is het met Afrika gebeurd. Iran zelf extra verdedigen, maar ja, Iwar zit er nog in. Ja, Algerije verdedigen, ook niet verkeerd. Misschien Polen is gewoon altijd Polen goed. dan. Oh wel, het is dat hè. Dan zitten we er sowieso goed voor. Nee, dat is niet waar, het is plus 3, maar zat. Ja, let's go.
Deze bal ziet er zo slecht uit. Toch? Dat spel er zo slecht uitziet voor ons. Zo goed staan we nu. Wel, nu weer wel. We hebben weer twee kaarten die onze das aan doen. Pershing is wel goed. Oké, headline, niet veel keus. Maar één kaart iets doen. Ja, Olympic Games. Zelfs geen derde plek komen. Oh, ja, dat is waar, maar niet. Ja. Oh, jeez. Is dat enkel West-Duitsland? Grain sales moet naar de ruimte. Teardown is onze hold. Al de rest wordt gespeeld. Evil Empire een van de laatste. Regan is niks, gelukkig. Maar waar gaan we onze ops insteken, in godsnaam? Is het gewoon Italië? NATO in Italië liggen? Maar dat is één op om te repareren. Dat gaat toch niet, bedoel. Nee, dat is waar. Dat werkt niet. Nee, dat is waar. Nee. Colombia kan. Panama is dan waarschijnlijk beter. Ja. Nee, Colombia voor een realign positie. Ja, maar ze zitten al in Brazilië. Ja, ook realignen. Wat kunnen we in Afrika ooit doen? Niets. Tunesië gaan om Libië aan te vallen. We hebben niet veel tijd, we moeten dingen doen. Ja. Ik heb misschien gewoon spijzen. Ik denk dat er echt niks dringend is. Ja, oké. Okay. Nee, nou, dit is irritant. Ik vermoed dat dit de laatste beurt gaat zijn. Ja, terrorisme is er nog niet uitgekomen. Deze moet eindelijk eerst. Yep. Afpakken. En wat heb ik gezegd? Yep. Ja, dat is niks dat we kunnen doen. Kak. Als we Space, hadden we Star Wars gehad in plaats van Tear Down This Wall, hadden we niet Star Wars kunnen spelen zonder dat een effect had. Ah ja. Ja, maar dat is ook heel makkelijk te zeggen nu. Maakt het nog uit? Denk het niet. Tenzij dat zij twee kaarten hebben, maar ze hebben China. Oh, dit voelt kloten. Ja, ik zal maar gewoon dingen doen, hè. Ja, fair. De enige manier dat dan niks kunnen hebben. Nee, het is niks dan dat kan helpen. Wel, dan... het enige dat we op kunnen openen is dat ze misgaan spelen. Dus onze vier kaarten moeten er zo snel mogelijk uit. Juist? Ja. Dus zal het dus nu weg, hè? Zal dat dus weg, zal dat dus weg. Het enige voordeel is, Italië heeft er niet toe gedaan. Ja, in Italië had niks te maken met te traag protecten, want dat is gegaan met een koe, hè. Dat is... Ja, dat was een 6, dat is... Ja, dat had ook met Brush War gekund. Oh ja, zeker. Ja, ik denk... Het feit dat we Afrika zo verloren zijn is wel spijtig. Ja. Het gevoel dat we dat kunnen winnen. Ja, we stonden het lang voor. Het gevoel dat Afrika moeten kunnen scoren en dan dat paar games kunnen winnen. Ja, we hadden We Will Bury You in de headline kunnen spelen. Ja. Maar de kans was groot dat ze dan Brush ja. niet gespeeld hadden. Dus ja. Het is ook een site. Ja. Ja, ze hadden ons niet 7 gegeven in Late War. Dat gebeurt niet.
denk als we Europa niet protecten, maar gewoon Afrika spelen, dat we er al geraken. Ja, dat is niet zo belachelijk veel in. Ja, plus. Nou, een paar ops, maar ja, bedoel, ene koe meer en het was. Nee, dat is waar, dat is waar. En zo ziet je maar, Europe Control is We nooit waren een op DEFCON zekerheid. 3 hebben we niet Afrika gekoet. Of enfin, nee, Ja, maar we hebben wat ons. een ABM. Jawel, nee, we hebben het niet gedaan, want Nee, dat heb ik niet IBM gedaan, en dat heb ik niet gedaan. Wat een we hadden ABM. op DEFCON 3 hadden we ook kunnen Afrika gaan. Libië, ja, Libië. Regan is weg. Wil ja, Muslim Revolution is niets meer waard, maar. Oh. Ja, het doet allemaal niet veel meer toe. Hadden we nu Summit gehad, hè? Dus moet je nou hier gaan schrijven ook. Nou, dat is een reden voor hierbij. Rearguards nu, waarschijnlijk. Dan verliezen we Wel Algerije. één Algerije, één Jordan. In Israël? Oh, Israël ook, ja. Ja, maar dat is wel nodig ook. Ja, één Algerije in Israël. Of ja, dat gaat ook. Dat doet er niet veel toe. Oh, palen. Is het een truc nu om Teardown in Japan te spelen of zo? Met het idee van, ah, ze gaan het niet merken. Ik zou niet eerst het event doen, ik zou eerst het ding doen en dan spelen. Ja. Ik denk niet dat dat werkt. Japan of nee, die zo ja, iets aan die overkant, dat is ja. Pakken. Nee, maar dit geeft hen geen urgency. Opnieuw. Nee, oké. Het maakt niet uit, maar het enige dat je doet is een urgency creëren. Als ze denken van, ah oh ja, Japan, Japan, Japan. Maar ze zijn met drie, de kans dat ze het niet zien. Niet als ze moeten dat ding zegt kom in Europa. Ja, maar ze kunnen op Do Not Cook klikken. Spanje, Spanje. Als je Catalonië bent, koede Spanje, godverdomme. Schrijft in chat. Nee. Good Technisch game. gelijk dat je